Ja, de atoombom. Misschien hebben we gedacht aan het eind van de Koude Oorlog dat het wel een beetje afgelopen was met de atoombommen. En we zijn er ook een stuk minder dan er aan het eind van de Koude Oorlog waren. Dus met tienduizenden exemplaren is het bestand gereduceerd. Maar tegelijkertijd leest u praktisch elke dag in de krant dat de Noord-Koreanen recent een atoombom tot ontploffing hebben gebracht. Het was een vrij waardeloos bommetje. Werd eerst beweerd dat het 18 kiloton was en toen ging er eigenlijk elke dag 5 kiloton af. En nu is niet helemaal duidelijk wat er van over is gebleven. En bij de eerste proef stelde het ook al niets voor. Maar het feit alleen al dat we wereldwijd deze zaak bediscussiëren en ons daar ongerust over maken, geeft al aan dat een nieuwe nucleaire mogendheid voor volgens velen een zorgwekkende zaak is. Is het overigens voor u een zaak om u zorgen over te maken? Ik zou zeggen, op geen enkele wijze. Ik kan het hele college eigenlijk kort samenvatten. Ja, mocht dan het gebouw instorten, dan heeft u toch in grote trekken, heeft u gehoord wat ik wilde gaan zeggen. En dat is dat het atoomwapen, nadat het tweemaal toe in daadwerkelijk in oorlog gebruikt is, eigenlijk voornamelijk een symbolisch wapen is geworden. Wat de Noord-Koreanen hebben ontwikkeld is voornamelijk een symbolisch wapen. Een wapen waarmee zij de aandacht trekken, wat een onderhandelingsinstrument is, maar waar ze in geen allerlei wijze mee van plan zijn ooit iets vijandigs te doen. Ze gaan het niet op Seoul gooien of op Tokio of op een plaats in de Verenigde Staten. Dat zouden ze ook helemaal niet kunnen. Het gaat zuiver en alleen om het signaal. Kijk eens, wij zijn een nucleaire mogendheid. En er zijn maar betrekkelijk weinig nucleaire mogendheden. En dit op zichzelf erbarmelijke regime, niet waar, wat zijn eigen bevolking niet te eten kan geven, wat volstrekt geïsoleerd is, wat totaal machteloos is, probeert zijn positie te versterken met die twee experimentele explosies waarvan we eigenlijk niet helemaal zeker weten of alles wel goed is gegaan. Wat merken wij van de atoombommen? U weet, atoombommen die vrij kort geleden nog op Soesterberg werden bewaard voor dat Amerikaanse eskader, die zijn er niet meer. Daar hoeft u zich ook in principe ook geen niet meer ongerust over te maken. De VPRO had nog eens een beangstigend filmpje wat virtueel suggereerde wat er zou gebeuren als op Soesterberg een Russisch 2 megaton wapen zou worden geworpen om dat Amerikaanse eskader met zijn wapens uit te schakelen. En ik woon aan de oostzijde van Utrecht en heb toch enkele maanden serieus overwogen om te verhuizen. Want ook van de oostzijde van Utrecht zou met een Russisch 2 megaton wapen op Soesterberg niet bijster veel overblijven. En we zullen straks zien wat een betrekkelijk klein nucleair wapen al kan veroorzaken. Wat merken wij van het atoomwapen? Niet zoveel dus. Eigenlijk is vooral voor ons ouderen het meest opmerkelijke feit, en wij worden er in die zin elke maand, worden wij daar eenmaal aan herinnerd, want op elke maand, op de eerste maandag van de maand, gaan de sirenes af. Die hebben verder geen enkele praktische betekenis meer, maar kennelijk hebben de autoriteiten gedacht, we hebben er geld in gestopt en we laten ze afgaan tot ze versleten zijn. Voor de jongeren is het handig om even te kijken of de keukenwekker nog op tijd loopt, maar voor mensen die zich de Koude Oorlog herinneren, is het natuurlijk eigenlijk een soort geluidsmonument. Hè? Altijd als je die sirenes hoort, denk je bij jezelf, aha, de Koude Oorlog. Want daar was het eigenlijk voor bestemd. Voor het geval de Russen ons zouden aanvallen, dan zou die sirene die zou afgaan. En in die zin herinnerde die maandagse sirene, die herinnerde je eigenlijk alle jaren van de Koude Oorlog aan de akelige mogelijkheid dat je eigenlijk plotseling collectief verdampt zou worden, op gruwelijke wijze zou worden uitgeroeid en een grootschalige nucleaire oorlog zou toch van alle waarschijnlijkheid miljarden doden hebben veroorzaakt op een relatief korte termijn. En als je een beetje gevoelig bent voor dat soort van informatie, dacht je toch elke eerste maandag van de maand gedenkt te sterven. Het is verstandig dat u dat sowieso elke dag even denkt, maar meestal komt het niet zo in je op. Zeker niet voor je 50ste. En
daar was die sirene wel nuttig voor. En omdat het naar mijn idee een geluidsmonument is, mag het ook wat mij betreft ook wel aanblijven tot de laatste overlevende van de Koude Oorlog zijn verdwenen. De vraag is natuurlijk, hoe reëel was eigenlijk de kans dat we in de loop van de jaren 50 of 60 of 70 en al die decennia van de Koude Oorlog daadwerkelijk nucleair zouden worden opgeblazen, was die kans groot? Ik denk eerlijk gezegd, dames en heren, dat die kans ongelooflijk klein was. Want dat is de grote paradox eigenlijk van de nucleaire bewapening. Dat de beide tegenstanders tot de tanden toe gewapend waren nucleair. Ze hadden op een goed moment allebei meer dan 30.000 nucleaire wapens. Deels ook tactische nucleaire wapens. Een nog veel malotiger idee, tactische nucleaire wapens die over relatief korte afstand op het slagveld zouden worden gebruikt. Maar eigenlijk waren ze geen van beiden van plan om die wapens ooit te gebruiken. De functie van die wapens was ook al een symbolische functie geworden, een afschrikkingsfunctie. En we zullen zien dat je wellicht kunt constateren dat het hele nucleaire tijdperk in zekere zin een tijdperk van afschrikking, van deterrence is geweest. Dat wil zeggen, de wapens waren er wel, maar het was eigenlijk niet de bedoeling dat ze ook daadwerkelijk gebruikt zouden worden. Dus ik denk dat de kansen niet groot. Dat wil niet zeggen, het had uit de hand kunnen lopen. Iemand had zich kunnen vergissen. Er zijn een hele reeks van wonderbaarlijke incidenten bekend van de Koude Oorlog. Dat de Amerikaanse radars, die pikten nog eens een grote vloot van Russische bommenwerpers op. En alles ging op tilt en alle lampen, rode lampen sprongen aan en begonnen te flikkeren. En tenslotte bleek het een vrij omvangrijke groep ganzen te zijn. Ja, die radar is niet altijd even betrouwbaar. En stel je voor dat ze een beetje nerveus waren geweest en ze hadden de boel afgeschoten. Niet alleen een ramp voor die ganzen, maar ook in ruimere zin een rampzalige gebeurtenis voor de wereld. En zo zijn er wel meer wonderlijke kortsluitingen en paniekmomenten geweest. En daar had eventueel zo'n conflict uit kunnen voortkomen, maar ik denk toch dat die kans altijd vrij klein is geweest. De vraag is ook interessant, hoe bang waren de burgers eigenlijk in de jaren 50 en 60 dat dat zou gebeuren? Dachten de meeste mensen regelmatig, jeminee, aan mijn heerlijke rustige leventje, met mijn 's ochtends rit op de Solex naar kantoor. Er kan zomaar plotseling een eind komen. Je ziet aan de horizon, zie je zo'n paddenstoelwolk en dan weet je, ja, je kunt nog omkeren met de Solex, je kunt terug naar huis Solexen. Je kunt in de kelder gaan zitten met zo'n transistorradiootje, een radiootje en een zakje splitterten, maar ja, uit alle beschrijvingen eigenlijk van het nucleair conflict, als het zou gebeuren, bleek toch eigenlijk dat als je de paddenstoelwolk zag, dat je het beste maar je Solex full speed vooruit kon laten rijden richting paddenstoelwolk. Want hoe langer je het zou overleven, hoe beroerder het in feite zou worden. Er is wel enig onderzoek gedaan naar wat de burgers ervan dachten. En daaruit blijkt dat veel mensen wel degelijk de angst hebben gekoesterd dat het ooit zou gebeuren. En dat is plotseling aan ons toen al betrekkelijk welvarende bestaan een eind zou worden gemaakt. Maar hoe sterk die gevoelens precies waren, dat valt natuurlijk nooit met absolute zekerheid te zeggen. Wel weten we dat eind jaren 60 beginnen die gevoelens te verdwijnen en vanaf dat moment eigenlijk krijg je het gevoel dat veel burgers de Koude Oorlog en de nucleaire dreiging niet meer serieus hebben genomen. Met één kort moment nog, als Ronald Reagan aan de macht komt en officieel verklaart dat de Amerikanen geen bezwaar hebben tegen een nucleaire oorlog, omdat ze denken dat die toch in West-Europa zal worden uitgevochten. Dat is nog wel even een moment waarop we dachten, nou ja, en bovendien met die Ronald Reagan leek je het ook niet helemaal zeker te weten. Uiteindelijk heeft hij een niet onnegatieve rol gespeeld in de afbraak van het hele systeem. Maar dat konden we op dat moment ook nog niet weten. Maar daarna is er eigenlijk van die angst niets overgebleven. En ik denk eigenlijk dat hier niemand zit die bang is dat er op korte termijn een kernoorlog zal uitbreken. Anders was u misschien ook wel niet komen luisteren, want dan zou het een zo deprimerend thema zijn geweest dat er hier misschien een man of 3, 4 van gerenommeerde pessimisten, masochisten waren opkomen dagen. Maar
maar niet een zo grote groep die hoopt te horen dat het allemaal wel meevalt. Of dat ook zo is, ik denk eerlijk gezegd, ja, wat natuurlijk zonneklaar is, dat de kans op een reusachtig nucleair conflict, waarbij niet waar de twee supermachten, waarvan er één helemaal niet meer bestaat, met elkaar in conflict zouden raken en 10.000 van die wapens zouden afschieten, die kans denk ik, die is er al lang niet meer. Maar de kans op een beperkt nucleair conflict is denk ik zeker niet afgenomen na het eind van de Koude Oorlog, te meer omdat de kernwapens deels in handen zijn geraakt van landen die zelfs wanneer ik het heel rustig en beschaafd formuleer, geregeerd worden door chaotische halve garen. Ik denk daarbij in het bijzonder aan Pakistan. He, trouw bondgenoot van de Amerikanen, maar in feite een land waarvan we niet weten hoe het überhaupt gaat aflopen. Nog maar de vraag of het überhaupt een samenhangend land is, maar het is wel een land zonder dat we er iets van gemerkt hebben wat zich nucleair bewapend heeft. En ik las laatst in de krant dat het nog druk bezig is om een veel grotere voorraad van nucleaire wapens aan te leggen, waarvan je ook denkt, wat zijn ze daar dan eigenlijk precies mee van plan? Het interessante is natuurlijk wat een bijzondere rol Nederland heeft gespeeld in de nucleaire bewapening van Pakistan. Aangezien de chef, de technicus van het Pakistanse atoomwezen heeft zijn kennis opgedaan in Almelo bij de Urenco. En daar maakte hij elke dag enkele tientallen fotocopieën. Dat wisten ze daar best. Ja, ze kwamen niet zo op het idee dat het misschien kwaad zou kunnen. Ik geloof zelfs dat ze het wel eens doorgebriefd hebben. Het is een beetje een raar verhaal. En dat de regering zei, ja, laat hem maar spioneren. Want dan houden we hem in de gaten. En dan weten we hoe het, ja. En dan weten we hoe het ermee afloopt met die informatie die hij elke dag. Nu weten we hoe het ermee af is gelopen. Hij heeft een soort van verzendhuis in nucleair materiaal gesticht. En het is nou dat hij op een goed moment betrapt is, maar als het aan hem had gelegen, dan hadden we nu tientallen nucleaire bewapende mogendheden. Hij heeft met name die techniek van die centrifuges, die heeft hij wereldwijd verspreid. Dat heet, het is treurig dat ik het moet zeggen, dat heet ook in de internationale pers de Dutch Method. Waarin een klein land groot kan zijn. Hè. Ja, wij hadden zelf makkelijk een nucleair wapen kunnen ontwikkelen, maar omdat we niet precies wisten wat we ermee aan moesten, hebben we toen besloten dat maar niet te doen. We gaan wel de vliegtuigen ervoor kopen, maar de bommen die hebben we niet. Hoe zou een conflict tussen India en Pakistan mogelijk zijn? Ik sluit dat niet uit, dacht ik. Kans is ook weer betrekkelijk klein. Ook hier gaat het voornamelijk om afschrikking. Maar toch gezien het volstrekt instabiele karakter van met name Pakistan. Wie weet. Hè? En dat geldt natuurlijk deels voor het hele Midden-Oosten. Hè? Israël is natuurlijk ook een zwaar bewapende nucleaire mogendheid. Hè? Dus de kans op een klein nucleair conflict is zeker niet verdwenen. Maar een kans op een nucleair conflict waarbij ook heer Jansdam van de aardsbodem zal worden weggevaagd. Dat is weer niet zo verschrikkelijk groot. Hoe uiten zich die angsten van degene die in die koude oorlogsjaren hebben geleefd? Daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Veel mensen hebben met enige regelmaat gedroomd van een nucleair conflict. Je had natuurlijk ook al het beeldmateriaal wat daarbij paste, had je wel eens op de televisie gezien of je had het op de film gezien. En ik moet zeggen, ik heb zelf ook, ik denk ook zo'n beetje tot de late jaren 60 met enige regelmaat gedroomd dat er een nucleair. Ja, ik ben wat somber van aard, dus misschien dat een rol heeft gespeeld. Ik heb vrij regelmatig gedroomd dat het nucleaire conflict was uitgebroken. Ik zelf heb nooit enige schade opgelopen, behalve dat ik me ervan herinner dat ik mij wel nerveus voelde en dat ik dacht van, wat nu? He? Wat moet ik nu doen? Heeft het nog zin om een repetitie van morgen te leren? Of kan ik dat beter maar helemaal niet doen? En dat het altijd zo was dat je enorm veel paddenstoelwolken zag aan de horizon. Althans, in mijn droomwereld was het vooral veel paddenstoelwolken. En het wonderlijke is natuurlijk dat de paddenstoelwolk is het symbool geworden van de nucleaire explosie. Terwijl, ik weet niet of u systematische studie van explosies heeft gemaakt, maar in feite alle
explosies veroorzaken, een soort van paddenstoelwolkje. Of dat hoeft helemaal niet per se een nucleair wapen te zijn. Dat doen alle thuis, dat is misschien niet verstandig. Niet verstandig, nee. Laat staan dat u thuis een nucleair wapen zou moeten bouwen. Ik zal helemaal aan het eind van deze cyclus mij de vraag stellen of ook de inventieve amateur in staat is om een nucleair wapen te construeren. Sommigen zeggen van wel en anderen zeggen van niet. En u begrijpt, dat heeft ook aanzienlijke consequenties voor de mogelijkheden voor terroristen om aan een dergelijk wapen te komen. Dus ja, ik kon me wel iets voorstellen bij het nucleaire conflict en bij het idee dat het dan volledig afgelopen was. De nucleaire wapens speelden ook een enorm belangrijke rol in de populaire fictie. De hele jaren 50 door zijn er zogenaamde monsterfilms gemaakt. Die monsters waren meestal spinnen die monsterachtige proporties hadden gekregen. Of vliegen of andere insecten die zo groot als olifanten waren geworden, zal ik maar zeggen. Ik wist het toen niet, maar ik weet het nu wel. Dat met een uitwendig skelet kun je helemaal niet zo groot als een olifant worden. Want dat stort vanzelf in elkaar. Maar dat is het soort van kennis wat de modale bioscoopganger eigenlijk niet bijzonder boeit. Hè? Ik weet niet of u thuis wel eens en famille naar de televisie kijkt. Dan is er altijd wel een eigenwijs familielid die zegt, ja, maar dat kan helemaal niet. En dan zeggen de andere familieleden geërgerd, het gaat toch weg, het is een film. Hè? Maar ja, u begrijpt wie van de familieleden ik ben. Is voor mij onverteerbaar, moet ik u zeggen, die onzin die je aangereikt wordt in de populaire film. Wel nu, allerlei monsters. En hoe kwamen die monsters zo groot? Dat was als gevolg van de genetische storing, de genetische mutatie die het gevolg was geweest van een overmaat aan nucleaire proeven. Want tot vroeger in de jaren 60 hebben we een eindeloze reeks van nucleaire proeven ook in de dampkring gehouden. En het beroemdste monster van allemaal, dat kent u natuurlijk wel, dat is Godzilla. Dat is eigenlijk van oorsprong een Japans monster. Ik begrijp dat juist de Japanners zeer bekommerd waren over deze zaak. En die Godzilla was ook een soort dinosaurus die ook weer gemuteerd was. En die uit zijn lange, lange slaap was ontwaakt. En vervolgens allerlei verschrikkelijke dingen ging doen. Ik geloof met de beste bedoelingen, maar ik moet u zeggen dat ik niet precies weet hoe het met Godzilla zat. Of het nou een vrouwmonster was of een manmonster. Ben ik eigenlijk een tikkeltje vergeten. Het heeft mij nooit zo geboeid, moet ik u zeggen, de monsterfilms. En dan had je in de jaren 50 het weer. U weet hoe het nu met het weer is. Hè? Als het heel erg warm is of juist weer niet. Als het warm is, zeggen wij, zie je wel de opwarming van het aardse klimaat. En als het juist 2 dagen regent, dan zeggen we, nou, het valt nogal mee met de opwarming. Maar zo was het ook in de jaren 50. Zodra er iets raars met het weer aan de hand was, dan zei iedereen, dat zijn de atoomproeven. Vooral bij de slager van, god, het regent wel enorm de laatste tijd. Ja, dat zijn de atoomproeven. Daar is nooit enig verband aangetoond, dat zult u wel begrijpen. Maar dat was zo'n gangbare verklaring. Wat eigenlijk is de klimaatopwarming is geworden wat toen de atoomproeven waren. Ja, je zou daar een hele interessante beschouwing aan vast kunnen knopen. Elke tijd en elke cultuur heeft zijn eigen apocalyps. Hè? En als er een oude apocalyps wordt ingeleverd bij het apocalypsbureau van bergen maar op. Het is afgelopen. Dan levert het apocalypsbureau in no time een nieuwe apocalyps. Dat is toch opmerkelijk eigenlijk, hè? Ik zou maar zeggen, als die opwarming van het klimaat helemaal niet door zou gaan, als dat over 25 of 30 jaar zou blijken, dan kan ik u absoluut, ik ben er dan niet meer, maar denkt u aan mij, de jongeren onder u, dan zult u zien dat binnen 10 jaar is er een nieuwe apocalyps. Weet ik veel, de trekmier of zo, of er is altijd wel iets waardoor de mensheid eigenlijk bedreigd wordt in zijn historische voortgang. Interessant was ook dat er veel beschouwingen waren over wie het dan zouden overleven. Gesteld dat die tienduizenden nucleaire wapens af zouden gaan, wat dan? De hele wereld zou natuurlijk radioactief zijn geworden, radioactieve wolken. Denkt u aan zo'n boek als On the Beach en zo. Je had ook allerlei populaire
fictie die daarvan uitging. En hoe, waar je heen zou kunnen vluchten om aan de radioactieve wolk te ontsnappen. Dat doet een beetje denken aan die Engelse familie die naar de Falklandeilanden was gevlucht. Omdat ze bang waren dat er iets verschrikkelijks zou gebeuren in het westen. En ik geloof dat ze net de keuken hadden geschilderd. En toen zagen ze door het keukenraam de Argentijnse parachutisten naar beneden komen. Ja, ik waarschuw u maar. He, dat u niet thuis gaat zitten zeuren over een huisje in de Pyreneeën of zo. Vluchten kan niet meer. Ja, wie zouden de radioactieve wolk overleven? Aanvankelijk was de informatie dat waren de kakkerlakken. Die hadden sowieso zich al 600 miljoen jaar zonder ingrijpende veranderingen voortgeplant. Natuurlijk een signaal is van hun immense succes. En inderdaad, naar alle waarschijnlijkheid zouden de kakkerlakken het wel overleven. Maar na enige studie bleek dat er een nog veel succesvollere insect was. Alle insecten overigens zijn beduidend minder gevoelig voor radioactiviteit dan mensen zijn. Ja, toevallig, dat begrijpt u. Dat hadden die beesten ook niet van tevoren gepland zo. Maar de meest resistente insecten tegen radioactiviteit, dat waren miltorren. Ik weet niet of dat die hele kleine zwarte torretjes zijn die je wel eens in het keukenkastje treft wanneer je daar enige tijd niet naar de macaroni hebt gekeken. Zou kunnen. Maar ik heb me altijd afgevraagd, als die meeltorren het nou zouden overleven, maar wij niet, hoe zouden ze dan aan het meel moeten komen? Ja, daar hoeft u geen antwoord op te geven. Dit is een zogenaamde retorische vraag. Dus krijg je maar een hele discussie over hoe meeltorren naar meel zouden moeten komen zonder menselijk ingrijpen. Ik weet niet of het u een bemoedigende gedachte vindt, hè, dat de mensheid is verdwenen. De aliens landen op de planeet en allemaal meeltorren. Die waarschijnlijk al direct tegen die aliens zeggen, hebben jullie soms meel? Dan had je natuurlijk al die interessante fictie. Dat in de meeste fictie was het dan zo. Als er dan een nucleair conflict zou zijn uitgebroken en het zou uitgevochten zijn, zouden er her en der kleine groepjes van mensen overblijven die helemaal overnieuw zouden kunnen beginnen. En eigenlijk was het sterk afhankelijk van het mensbeeld van de schrijver, hoe die dacht dat ze helemaal overnieuw zouden gaan beginnen. He, want heb je een beetje een pessimistisch mensbeeld, dan is het homo homo in de lupus. De strijd van allen tegen allen. Een soort van wildernisachtige toestand. Maar je had ook meer positief gestemde schrijvers die dan suggereerden, nou ja, dat ze onder een heerlijke blauwe hemel, ik bedoel de radioactieve wolken zijn weggetrokken, dat ze dan inderdaad daadwerkelijk een idealistisch nieuw begin gingen maken. Op basis van, weet ik veel, de socialistische beginselen of zo. Of juist de liberale beginselen. Maar in ieder geval op basis van beginselen. Zodat jij vrijwel zeker weet dat dat ook fout zou zijn gelopen. Ja, dit is eigenlijk een betrekkelijk korte verhandeling over, zeg maar, de cultuur van de Koude Oorlog. De cultuur van de dreiging van het nucleaire wapen. Daar zou veel en veel meer over te zeggen zijn, maar we moeten ook even naar de wapens zelf toe. Het begin van het nucleaire tijdperk is denk ik toch, dat valt te dateren op 6 augustus 1945. U zou het kunnen beargumenteren dat de eerste experimentele bom die een maand of wat eerder is ontploft in Alamogordo, dat misschien het begin van het nucleaire tijdperk was. Maar goed, dat ding is van midden in de woestijn ontploft en het gaf wel een veel grotere knal dan ze gedacht hadden. Daar zullen we het nog over hebben. Maar ik denk toch dat 6 augustus 1945 een passender, een gruwelijker begin is. Dat is namelijk de dag, op de vroege ochtend van die dag van de 6 augustus 1945... vertrekt van het kleine eilandje Tinian in het westelijke bekken van de Stille Oceaan, een B-29, grote, heel nieuwe toen Amerikaanse bommenwerper. Commandant van het toestel was een zekere Paul Tibbets. En hij had het toestel de naam van zijn moeder gegeven, Enola Gay. De twee voornamen van zijn moeder. Als je Enola omdraait, staat er Alone. Ja, ik weet niet wat dat enige betekenis heeft, maar u kunt er alle kanten mee op. En
Wie weet dat u eens een stil moment in de tram ermee kunt vullen. De bom die in het ruim van die B-29 was geïnstalleerd, ja, het wordt vrij zwaar symbolisch, maar dat is mijn schuld niet. Die had de bijnaam Little Boy. Dus in het bommenruim van het toestel wat hij naar zijn moeder had genoemd, zat de eerste uraniumbom Little Boy. Een wapen van ongeveer 4 ton zwaar. En dat hebben ze 16 minuten over 8 gedropt boven Hiroshima. Ja, ik geloof dat je Hiroshima moet zeggen. Ik moet u zeggen, net als bij u zal, is mijn Japans ook niet sterk. Ik heb jarenlang Nagano gezegd, tot ik iemand hoorde zeggen dat het Nagano was. En daar heb ik uit afgeleid, ja, je bent wetenschappelijk denker of je bent het niet, dat in het Japans de nadruk op de derde lettergreep van achteren ligt. Dus daar heb ik uit af. Ja. Ik zie daar het humoristisch karakter eerlijk gezegd niet van in, maar ik heb eruit afgeleid dat je Hiroshima moet zeggen. Of ik dan straks ook de tegenwoordigheid van geest zal hebben om Nagasaki te zeggen. Ik weet niet of dat moet overigens. Is er iemand onder u die vloeiend Japans spreekt? Nee, raar hè, dat zo, ja zo. Er zijn toch 130 miljoen Japans sprekende, maar nee, die zijn hier vanavond niet gekomen. Misschien, ja, omdat Japan het enige slachtoffer is van in deze zin van het nucleaire tijdperk. Goed, die worden ze afgegooid 16 minuten over 8 boven Hiroshima en ontploft 16 minuten en 2 seconden over 8. U heeft vast allemaal wel eens van die plaatjes gezien, van die horloges uit de directe omgeving van de explosie, die ook precies op dat moment zijn stil blijven staan. De explosie volgde 43 seconden nadat de bomluiken waren geopend. Het interessante is dat van alle Japanse steden waren er 2 niet gebombardeerd. Dat waren Kyoto en dat waren Hiroshima. En daar ging ook wel het gerucht dat wellicht de Amerikanen voor deze 2 steden iets bijzonders in petto hadden. En ja, ongelukkigerwijze bleek dat gerucht ook volkomen juist te zijn. Hoewel Kyoto nooit gebombardeerd is, dat kwam eigenlijk omdat de Amerikaanse minister van Defensie Stimson, die had zijn huwelijksreis gemaakt naar Kyoto. En dat had hij zo'n charmante plaats gevonden, dat toen hij de eerste lijst kreeg waar Kyoto ook op stond om gebombardeerd te worden, zei hij nee, dat kan niet, want daar heb ik mijn huwelijksreis doorgebracht. Eigenlijk bijzonder treurig voor Japan dat hij niet alle grote Japanse steden had bezocht tijdens zijn huwelijksreis. Daar zie je aan dat een menselijk motief in de geschiedenis ook vaak een geheel onverwachte rol speelt. Kyoto is dus nooit gebombardeerd. De enige Japanse stad die niet gebombardeerd is. Waarmee ik niet wil zeggen dat u moeite moet gaan doen in uw plaats van in Gouda om ervoor te zorgen dat prominente buitenlandse strategen daar hun huwelijksreis moeten kunnen doorbrengen. Waarom je dat ook trouwens in Gouda zou doen, dat is zo'n onwaarschijnlijk scenario. Dat zit, maar tegelijkertijd is het vrijwel even onwaarschijnlijk dat iemand boven Gouda een atoomwapen zal willen afwerpen. Dat lijkt mij ook totaal onwaarschijnlijk. Die dag, de 6e augustus dus, was een mooie, zonnige en warme dag. En daar bevonden zich op die dag 240.000 mensen in Hiroshima. Van die 240.000 mensen zijn er ongeveer 140.000 uiteindelijk om het leven gekomen. Dat wil zeggen, er zijn maar 100.000 man die het overleefd hebben. Binnen een straal van 800 meter rond de explosie, die ongeveer precies in het midden van de stad heeft plaatsgevonden, was alles en iedereen direct dood. Dat betreft kon je vaak beter maar direct dood zijn dan in de zones daar lichtelijk opvolgend, waar je, zoals we zien, bijzonder zwaar gewond raakte. En meestal overleefde men dat eigenlijk ook niet. Vogels vlogen spontaan in de lucht in brand.
Er zijn foto's van de tram in het centrum, waar de passagiers in die tram eigenlijk gereduceerd zijn tot kleine zwarte sintels. Van heel veel mensen in het centrum was helemaal niets over. Die waren letterlijk verdampt, maar die hadden wel hun schaduw als het ware. De explosieschaduw, die kon je nog wel soms op gebouwen, soms op het trottoir ontwaren. Daarna vliegt de stad in brand, dat begrijpt u, een zogenaamde vuurstorm. Mensen die vluchten in waterreservoirs zijn vaak in de uren daarna levend gekookt. Waarschijnlijk ook een hele onaangename ervaring. Er waren omstreeks 100.000 gewonden onmiddellijk na de explosie, die vaak zeer zwaar en gruwelijk gewond waren. Hun ogen waren verbrand, hun oren waren verbrand, neus en alle extremiteiten aan de schedel waren verbrand. De huid hing er vaak in losse lappen bij. Het was te gruwelijk voor woorden. Van medische zorg was nauwelijks sprake, omdat artsen en verpleegsters ongeveer in dezelfde ratio om het leven waren gekomen. De hospitalen meestal in het centrum van de stad stonden. Dus er was feitelijk geen adequate medische verzorging. Somewhat later voor het idee dat je best iets zou kunnen doen aan een oorlog met nucleaire wapens. Waarschijnlijk zou het tot zo'n volstrekte chaos en verwarring hebben geleid dat een serieuze rationele aanpak van de problemen daardoor veroorzaakt feitelijk onmogelijk was. De meeste zwaargewonden zijn eigenlijk binnen een dag of twee dagen al gestorven. Alle getuigenissen zijn dat de Japanners niet jammerden, maar eigenlijk op betrekkelijk gruwelijke wijze in stilte doodgingen. Wat er gebeurd was, wist niemand. Daarover gingen de gekste geruchten. Volgens sommigen hadden de Amerikanen de stad met benzine besprenkeld en vervolgens de benzine aangestoken. Wat je wel enigszins kunt voorstellen gezien de effecten van de explosie. Anderen dachten dat de Amerikanen magnesiumpoeder over de stad hadden uitgestrooid en dat ontbrand was als gevolg van de elektrische bovenleiding van de trams. En weer anderen spraken van een nieuw type bom, maar dat zei eigenlijk niemand iets. Niemand begreep wat zich precies had afgespeeld. Zeer tragisch was natuurlijk dat nogal wat overlevenden aanvankelijk herstel vertoonden en dan vaak na enige weken, soms maanden, opnieuw ziek werden en dan alsnog doodging als gevolg van de stralingsziekte. De straling had zodanige ravage intern aangericht dat ze het uiteindelijk niet zouden overleven. U heeft ongetwijfeld wel eens foto's gezien van Hiroshima na de bom. En wat u daar ziet is zo'n enorme totaal lege vlakte in feite, waaruit alleen de staketsels van een paar gebouwen omhoog steken die een betonskelet hadden. Want die zijn in principe blijven staan. De meeste Japanse steden natuurlijk bestonden uit hout en triplex en karton. Ik weet het niet precies hoe het zat, maar in ieder geval toch vrij brandbaar materiaal waarvan vanzelfsprekend niets is overgebleven. U ziet alleen die betonskeletten staan. Het gekke van die foto's, die toch al vrij pregnant zijn, is natuurlijk dat u de slachtoffers niet ziet. Die zijn er niet. U ziet niemand. Het is een volkomen verlaten toneel in feite. En u zou die 140.000 slachtoffers er eigenlijk bij moeten denken. En dit was dus een betrekkelijk kleine bom. Een 18 kiloton bom. Als u dat even verheddert, wat is 18 kiloton? 18.000 kilo TNT, dat is het eigenlijk. 18.000 ton TNT. Daar kunt u het mee vergelijken. Als u denkt van die megaton, dan ga je de hele zaak nog eens een keer met 1000 vermenigvuldigen. Ik denk u had een resultaten dat eventueel zou hebben gehad als ze ooit zouden zijn gebruikt. De Russen hebben zelfs ooit een 50 megaton wapen op Nova Zembla laten exploderen. Ook eigenlijk een soort symbolische daad. Een soort testosterondaad zou je kunnen zeggen. Hoe groter bom, hoe sterker je bent achteraf. Zoals dat zo vaak met symbolische daden gaat, bleek dat allemaal niks zoveel voor te stellen. Een van de wonderlijkste dingen was dat eigenlijk vrij snel na de explosie in dat hele puinveld wat ontstaan was, een zeer wilderige plantengroei ontstond. Allemaal prachtige bloemen. Het was alsof het paradijs uit de grond omhoog schoot. Zodat er ook geruchten gingen dat het een bijzonder vruchtbare bom was geweest.
Maar die vruchtbaarheid had dus met de bom eigenlijk helemaal niets van doen. Die had van doen met het feit dat de zon overal scheen. En dat met name de as buitengewoon een buitengewoon nuttige bemesting was van al die zaden die kennelijk wel aanwezig waren. Om een kernbom te maken, om een 18 kiloton kernbom te maken, moet je natuurlijk eerst weten hoe de kernsplitsing eigenlijk in zijn werk gaat. Want dat is het basisidee van een atoombom. Als u het precies wil weten, de hoeveelheid massa die door die atoombom omgezet is in energie, namelijk die van de explosie, is 600 milligram. 600 milligram massa heeft die explosie van 16.000 kiloton veroorzaakt. Hoe ze daarachter zijn gekomen, hoe die kernsplitsing in zijn werk ging, dat zal ik u het volgende half uur vertellen. Maar voor die tijd heeft u, zoals u weet van vorige keren, als u daarbij was althans, 5 minuten kuchpauze. U heeft heel weinig gekucht, dus ik zou zeggen, dit is uw kans om deze hopeloze achterstand in te halen. Ik hoop ook dat u het niet al te benauwd heeft. Het is hier knap warm. Hè? Ja, u ziet dat ook de mens een vrij aanzienlijke hoeveelheid energie produceert. Hè? Want zonder centrale verwarming krijgen we het hier toch lekker warm. Ik heb ooit eens gelezen wat, hoeveel warmte een menselijk lichaam produceert. Maar dat ben ik jammer genoeg vergeten. Anders zou ik het u zeker verteld hebben. De atoombom zelf is een hoogst interessant voorbeeld van een situatie waarbij eigenlijk zeer theoretische, pas ontdekte natuurkundige kennis in no time wordt omgezet, in dit geval, in een wel bijzonder heilloos product. Maar voordat dat allemaal kon gebeuren, moest dus eerst ontdekt worden, wat ik u al zei, hoe een atoom eigenlijk in elkaar zat. Het klassieke idee van het atoom was dat het een soort keihard bolletje was, de basisbouwsteen eigenlijk van het universum. Een bolletje bovendien wat niet verder gesplitst zou kunnen worden, dus een beetje als het kleinste Lego-blokje. Zo zou je het misschien kunnen. Ja, ik doe dat speciaal voor de jeugd onder u. Natuurlijk een beetje, ja, elke generatie heeft weer zijn eigen beeldspraak. En hier geldt dus het kleinste Lego-blokje. Het woord atoom zelf betekent atomos, datgene wat niet meer gesplitst kan worden. Daarom is het wel vrij amusant eigenlijk, of ironisch, zo u wilt, dat nou juist het bleek dat het wel degelijk gesplitst kon worden en welk een mega-effect die splitsing tenslotte met zich mee zou brengen. In de late 19e eeuw had men eigenlijk nog geen idee hoe dat atoom in elkaar stak. Mijn verhaal daarover, dames en heren, is ongetwijfeld voor natuurkundigen ongelooflijk dunne soep. Maakt u mij geen verwijten op dit punt, want het is misschien wellicht voor degenen onder u die alleen Nederlands gestudeerd hebben, weer juist ongelooflijk dikke soep. Ik heb geprobeerd een soort middenweg te bewandelen tussen dunne, dikke en dunne soep. U moet het maar het beste zien als een soort gebonden koninginnensoep. In 1897 ontdekte de Engelse fysicus Thomson de elektronen. Kathodestralen werden ze toen genoemd. Wat zijn elektronen? Dat zijn hele kleine deeltjes, vrijwel zonder massa, met een negatieve lading. Dat ze iets met het atoom te maken hadden of met de kleinste bouwstenen begrepen ze wel, maar hoe het in elkaar zat, dat begrepen ze eigenlijk voorlopig helemaal niet. Dat was dus in 1897. In 1909 weer een Engelse fysicus, Ernest Rutherford, suggereerde dat het atoom misschien bestond uit een hele kleine, zware kern die positief geladen was. Want dat zou corresponderen natuurlijk met de negatieve lading van die elektronen. Dan zou je tenslotte in principe een neutraal
atoom krijgen. Maar wel begon natuurlijk duidelijk te worden dat het helemaal geen klein, keihard, ondeelbaar balletje was. Maar dat het atoom in feite een uiterst complexe constructie is. Des te complexer naarmate die atomen groter worden. Het kleinste is het waterstofatoom en zo verder. En tenslotte hebben we zelf allerlei atomen zelf gemaakt. Door de mens vervaardigd, zal ik maar zeggen. In 1913 suggereerde Niels Bohr, nu weer een Deense fysicus, dat die elektronen rond die positieve kern in niet zomaar willekeurig daaromheen cirkelden, maar eigenlijk dat die specifieke banen doorliepen. Dat ze ook niet buiten die banen om die kern van dat atoom heen konden lopen. En dat de aard van die banen en de hoeveelheid elektronen en de elektronenstructuur in feite de chemische eigenschappen van de diverse elementen bepaalde. Duidelijk begon ook te worden dat de constructie van de kern misschien nog weer ingewikkelder was dan Rutherford wel gedacht had, met een positieve kern en negatief geladen elektronen die er omheen zouden draaien. En dat lag eigenlijk aan de ontdekking van isotopen. Wat zijn isotopen? Het woord isotoop betekent eigenlijk dezelfde plaats. Isotopen zijn varianten van de elementen die in het systeem dezelfde plek innemen. In het systeem waar elementen dezelfde plek innemen, maar die een andere massa hebben. Even wat water inschenken. Ja, ik moet een beetje tempo maken, denk ik, anders krijgen we die bom niet af. Het zou natuurlijk eigenlijk metaforisch ontzettend aardig zijn als we hem niet af zouden krijgen, maar we moeten constateren, hij is afgekomen. En zelfs relatief sneller dan je op het eerste gezicht zou denken. Ik was blijven steken op het moment dat een Amerikaanse bankier, Alexander Zeks geheten, op voorspraak, op verzoek van drie Hongaarse fysici, een bezoek had gebracht aan president Roosevelt met de mededeling, ondersteund door een brief ondertekend door Albert Einstein, dat het in principe mogelijk was om een atoombom te bouwen op basis van kernsplitsing. En dat men wel mocht aannemen dat de Duitsers dat ook zouden kunnen bedenken en dat de Duitsers het ook bovendien zouden kunnen uitvoeren. Dus dreigde het immense gevaar van een agressief Nazi-Duitsland eventueel uitgerust met een atoombom. Al dat speelde zich af in de vroege herfst van 1939. Al op 21 oktober kwam er op voorspraak van het Witte Huis een commissie tot stand. Een adviescommissie over de uraniumkwestie. Bemand door 9 leden, waarvan ook die 3 Hongaarse fysici deel uitmaakten. Een aantal militairen, die 6 waar ik het over had, die zat er ook in. En het werd voorgezeten door een zekere Lyman Briggs. En al na een maand produceerde die commissie een rapport waarin werd gesteld dat het enorm nuttig zou zijn om geld in deze zaak te steken en ook om onderzoek over die kwestie te beginnen. Het is echt een fabuleus snelle start. Maar vervolgens eigenlijk is dat zeker in de Verenigde Staten allemaal veel trager verlopen dan je zou afleiden uit zo'n enorm flitsende start. Want veel geld voor het onderzoek bleek er eigenlijk niet te zijn en dat was een nog veel groter probleem. Het werd al snel duidelijk, dat is eigenlijk het hele terrein is daarvan sprake eigenlijk in deze jaren, dat het onderzoek, het interessante onderzoek, allemaal door buitenlanders werd gedaan. En de vraag was, zijn buitenlanders wel betrouwbaar? We kunnen hier nu verder niet op het algemene vraagstuk ingaan of buitenlanders betrouwbaar zijn. U weet dat wij nu in Nederland geloven dat ze eigenlijk tot de laatste man door en door onbetrouwbaar zijn en ook onze natie naar het leven staan. Maar het was in die tijd een vraag die toch wel enige betekenis had, want we zullen zien dat niet alle buitenlandse onderzoekers op het gebied van de kernsplitsing door en door betrouwbaar waren. Er was er met name één, of er zou er één zijn, die een groot deel van de informatie door zou brieven naar de Sovjet-Unie, maar daar kom ik nog over te spreken. Kortom, er gebeurde eigenlijk niet veel. Er werd een heel klein beetje geld ter beschikking gesteld, maar voor de rest stagneerde de zaak eigenlijk onmiddellijk nadat die commissie dus dat advies over dat onderzoek had gedaan. En dat het toch weer op gang is gekomen lag helemaal niet aan de Amerikanen, maar lag aan de Engelsen.
En u begrijpt natuurlijk wel waarom de Engelsen deze zaak aanzienlijk dringender vonden dan de Amerikanen dat vonden. Want Engeland was op 3 september 1939 in oorlog geraakt. En ja, had ook het idee, je kunt niet weten wat kunnen die Duitsers niet eventueel ontwikkelen. Ja, de Duitsers hebben, als je de zaken achteraf beschouwt natuurlijk, de V1 en de V2 ontwikkeld. En het is heel makkelijk om die twee dingen aan elkaar te koppelen. Hadden ze ervoor dat ze een atoombom hadden ontwikkeld en ze hadden die met die V2 afgeschoten, wat dan? Dat zou echt dramatische effecten mogelijkerwijs kunnen hebben gehad. Nu ziet, ik formuleer het voorzichtig, want we zullen zien dat die atoombommen, die wogen tonnen, die hadden nooit bovenop een V2 gemonteerd kunnen worden. Dus in die zin zou het onder geen enkele denkbare omstandigheid kunnen zijn gekomen tot ballistische raketten in deze fase van de technologische ontwikkeling. De British Chemical Society, die had eigenlijk al in 1939 Otto Fries opdracht gegeven om een studie te maken naar de stand van zaken omtrent de uraniumsplitsing. Die Otto Fries, die zijn we eerder tegengekomen, dat was de neef van Lise Meitner, die samen met Lise Meitner in Zweden had geconstateerd, oh jee, er is sprake van kernsplitsing om die en die redenen. Overigens ook natuurlijk weer een buitenlander. Een Duitse fysicus. En die Otto Fries die nodigde een andere Duitse fysicus, Rudolf Peierls, uit om hem te helpen bij dat onderzoek. En zij hebben samen een memo geproduceerd in maart 1940, al na enkele maanden, wat in allerlei opzichten eigenlijk kan dienen als het uitgangspunt voor de productie van een atoombom tijdens de oorlogsjaren. Zij hadden tal van vraagstukken die daarmee samenhingen eigenlijk in een betrekkelijk vroege fase uiterst scherp gezien. Zij gingen direct uit van uranium-235, waarvan Bohr al had gezegd dat het veel makkelijker te splitsen dan uranium-238. Zij maakten ook berekeningen over wat de kritische massa zou zijn die je nodig had om kernsplitsing tot stand te brengen. Zij kwamen tenslotte tot 1 kilo, dat bleek uiteindelijk veel te weinig te zijn. Maar wat wel duidelijk was, dat het niet zo'n reuze bom hoefde te wezen als Szilard dacht. Toen hij het met Einstein besprak, een bom die je alleen met een schip of een grote vrachtauto zou kunnen transporteren. Nee, het kon in principe veel kleiner. Bovendien kwamen zij ook op het idee dat je die bom, dat je die dan in twee helften zou moeten laten bestaan. En dat je die twee helften tegen elkaar aan zou kunnen schieten om de kritische massa te creëren. Waarna dan de explosie zou volgen. Zij redeneerden ook dat eigenlijk het enige middel wat er was, het enige afschrikkingsmiddel wat er was tegen een mogelijk Duitse bom, dat zou een snelle productie zijn van een geallieerde bom. In die zin ligt het begrip afschrikking, deterrence, zoals het tijdens de Koude Oorlog heette, aan de grond van de hele ontwikkeling van het nucleaire wapen. Waar je ook uit zou kunnen afleiden meteen, het nucleaire wapen is eigenlijk niet een wapen wat vreselijk bruikbaar is. Het is een wapen wat je hebt om te vermijden dat anderen hun nucleaire wapens eventueel tegen jou gebruiken. Vandaar ook een hele Koude Oorlog, die padstelling tussen. Dus het is meer een symbolisch wapen, in zekere zin een onbehandelingswapen, dan het een wapen is waar je nou zulke verschrikkelijk handige militaire resultaten mee bereikt, omdat de resultaten zo enorm verwoestend zijn. Zij concludeerden kortom, Peierls en Fries concludeerden, een bom is volkomen reëel. En zij stuurde dat memo, dat stuurde zij naar de chef van het militaire onderzoek in Engeland. En die begreep eigenlijk ook direct hoe relevant dit allemaal was. En die vormde ook weer een commissie. Ja, u weet, de wereld hangt van commissies aan elkaar. Ook in dit geval, die vormde een commissie, die heette het Maud Committee, M-A-U-D. Die Maud, dat was een, ik meen, de naam van een kinderoppas van Niels Bohr. Een heel wonderlijk verhaal is dat, waarmee ik u niet ga vervelen. Ja, nu heb ik het toch genoemd, waardoor u denkt, hoe zou dat in elkaar zitten? He? Dat moet u dan maar thuis even opgoogelen. Dat is het handige tegenwoordig. Je kunt zeggen, gaat u maar naar huis en zoek het op. Alles is 1, 2, 3 te vinden. Of er ook een plaatje van Maud bij staat, dat kan ik u niet garanderen. Dat geloof ik eerlijk gezegd niet. En in het Maud Committee kwam een zeer zware bezetting van zo'n beetje alle hotshots die de Engelsen hadden op dit terrein. Het interessante is dat Fries en Peierls er niet in mochten. Want die werden beschouwd door de bureaucraten als enemy aliens.
He, dus degene die het memo hadden geschreven op basis waarvan deze commissie was gevormd en aan het werk ging, die mochten niet in de commissie zitten. Interessante ontwikkeling. U zult straks ook Churchill tegenkomen in een rol die iets minder glorieus is als de rollen die hij in het algemeen in de geschiedenis speelt. De bedoeling van het moordcommissie was spoedig onderzoek in te stellen naar de scheiding van U-235 en U-238 en naar alle andere technische problemen die eventueel zouden kunnen samenhangen met de constructie van een bom. En bovendien moest het moordcommissie zich afvragen, kunnen we een bom bouwen in de tijd die de oorlog ongeveer zal gaan duren? Ik bedoel, ja, als je van tevoren zegt, gaat 25 jaar duren, dan heeft het weinig zin natuurlijk. Ja, in de 80-jarige oorlog had het zin gehad, maar in dit geval dus niet zo. Dat was ook een hele rare oorlog, hè, waar we het nu jammer genoeg vanavond niet. Dat was eigenlijk in allerlei opzichten niet een wonderbaarlijk langslepend, laag, gewelddadig conflict. Opnieuw, het Moltcommittee zet ook weer een uitgeweken Duitse fysicus. Ja, je vraagt je af wat ze hadden gedaan zonder Duitse fysici. Dan was het waarschijnlijk allemaal niet zo vlug gelukt. Zet een uitgeweken Duitse fysicus aan het werk om het probleem te bestuderen van de scheiding van U-235 en U-238. Een zekere Frans Simon. En die produceert ook weer een rapportje waarin hij zegt, nou, dat is eigenlijk niet zo'n vreselijk probleem, die scheiding van U-235 en U-238. Dat kan door middel van een proces wat gasdiffusie heet, is dat goed uitvoerbaar. Ik zal u straks heel kort uitleggen wat gasdiffusie is, maar op dit punt past dat niet zo goed. Hij zei dat kan. En sterker nog, hij had de specificaties bijgevoegd van het soort van fabriek wat je daarvoor nodig had en de kosten die daarvoor eventueel gemaakt zouden moeten worden. En toen begonnen ook andere fysici die er niet direct met de neus bovenop zaten duidelijk te worden. Het kan. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in de oorlogsjaren nog een atoombom bouwen. Dat Moltcommittee produceert eerst een interim rapport, waarin inderdaad staat het kan. Je kunt een bom bouwen voordat de oorlog is afgelopen en actie is geboden. Het interessante is dat interim rapport is naar die Amerikaanse commissie gestuurd, waar die meneer Lyman Briggs de voorzitter van was. En Lyman Briggs heeft het interim rapport in de brandkast gelegd en heeft er niks mee gedaan. He, u ziet, zonder de Engelsen zou het er in Amerika niet van zijn gekomen. Je hebt dat vaak bij Amerikanen, dat ze dan vrij traag zijn in de uptake. Maar u zult zien, als ze dan eenmaal beginnen, ja, dan leveren ze ook een absolute industriële en technologische topprestatie. Waarschijnlijk zou ze dat nu niet meer lukken, maar dat weet ik helemaal niet hoor. Dat concludeer ik maar uit de losse pols. Ja, als je geen auto's kunt maken, dan is maar de vraag of je wel atoombommen kunt maken natuurlijk. Een stuk ingewikkelder dan het bouwen van een auto in feite. Dat Moltcommittee, dat zei ik u ook al, dat gaf tal van technische details over de constructie van een bom en had bovendien een rapportje bijgevoegd hoe je het allerbest een kernreactor zou kunnen bouwen. Engeland was in oorlog en vond dat dus een zaak van het allergrootste gewicht. Als Lyman Briggs er niks mee doet, dan gaat het rapport, het uiteindelijke definitieve Moltreport, dat gaat eerst naar de wetenschappelijke adviseur van president Roosevelt, Vannevar Bush. Geen familie, zeg ik er maar even bij. Ja, daar kunt u tal van interessante conclusies uit trekken. Ja, je kunt ook natuurlijk concluderen, er moeten Bushes zijn geweest die enorm intelligent waren, maar dat is heel lang geleden. En door genetische drift is er iets fout gegaan. Maar bij mijn weten zijn ze geen familie van elkaar. Zo'n bijzondere naam is Bush natuurlijk ook weer niet. Dus die geeft dat rapport aan de president. Niet dat Roosevelt dat goed kon beoordelen natuurlijk. Maar die laat het beoordelen door de Nationale Academie van Wetenschappen. En die zegt akkoord, we kunnen wat met dat rapport. We kunnen in principe een bom bouwen. En dan duurt het
maanden, dit speelt zich allemaal af in het najaar van 1941, dan duurt het maanden voordat tenslotte Roosevelt ook zijn goedkeuring aan de start van het bomproject zelf hecht. En u begrijpt hoe dat komt. Amerika was zelf in oorlog geraakt op 7 december 1941 als gevolg van Pearl Harbor. En de president had het daar een aantal weken zo druk mee dat hij er niet toe is gekomen om hier iets over te besluiten. Hij besluit tenslotte op 19 januari 1942 dat het bomproject inderdaad van start kan. Het gekke is, dan duurt het nog weer maanden voordat er feitelijk iets gebeurt. Voordat het bomproject inderdaad op spectaculaire wijze van start gaat. Ik moet u misschien eerst, ik noem het even nu maar het bomproject, maar u weet, het staat bekend als het Manhattan Project. En dat is natuurlijk een vrij raadselachtige zaak, aangezien die fabriek op allerlei plekken stonden, maar niet in Manhattan. En waarom heet het Manhattan Project? Omdat de bureaucratische afdeling van het leger die over dat project ging, die had een kantoor in Manhattan. Vandaar dat het Manhattan Project heet. Ja, dat hadden die Indianers moeten weten die de naamgevers van dit eiland zijn. Hè? Een wonderbaarlijk eiland in feite. Het project gaat tenslotte van start, maar dan zijn we nog weer een heel eind verder. 17 september 1942. En hoe komt het dat het op dat moment dan inderdaad explosief van start gaat? Omdat het een chef krijgt die werkelijk aan de slag gaat. Wat er met die Lyman Briggs is gebeurd, dat weet ik niet precies. Die is waarschijnlijk onmiddellijk met pensioen gegaan. Of die heeft een melkertbaan gekregen, iets in die geest in ieder geval. De nieuwe chef van dat project was Leslie Groves, gespeld G-R-O-V-E-S. En die Leslie Groves, dat was een man die van aanpakken wist. Hij had net een interessant project voltooid, namelijk de bouw van het grootste gebouw ter wereld, wat hem gelukt was in minder dan 2 jaar, het Pentagon. Ja, je denkt weer even aan het Rijksmuseum en... Het hoeft niet eens gebouwd te worden, het is er al. Maar om een of andere reden die onbekend blijft waarschijnlijk en voorgoed zou blijven, zal het nu pas in 2013 opengaan. En u voelt wel, dat gaat nooit meer gebeuren. En dat zal in onze levensspannen niet meer opengaan. Waarschijnlijk maken ze er tenslotte een leuk ogende ruïne van. Hè? Kan esthetisch, kan dat zeker op dat punt ook wel iets aardigs hebben. Ja, ik begreep dat de bezoekers eigenlijk doltevreden waren met het minuscule stuk van de collectie wat ze nu te zien krijgen. Ook een goed argument om er gewoon, ja, feitelijk kun je waarschijnlijk eens er even over nadenken, de zaak beperken tot 5 stukken. Hè? Nachtwacht, het Joodse bruidje, het straatje van Vermeer en nog twee dingen die nog wat wisselen met de jaren. Dan zijn de Japanners tevreden en hoeven we er verder ook geen moeite mee voor te doen. En de rest zoek je maar op het internet. Goed, Leslie Groves wordt de chef van dat project. En als u nou even kijkt, we zijn nu gearriveerd, dus in september 1942. Het is precies 3 jaar geleden dat Einstein de brief heeft ondertekend die naar Roosevelt ging. En u zult zien, vanaf dit moment, vanaf september 1942, heeft het zoveel minder dan 3 jaar gekost om tenslotte ook een bom te bouwen. Zelfs meerdere bommen te bouwen. En dus als ze eenmaal op gang komen, dan gaat het ook ongelooflijk snel. Het interessante is dat Groves dus net het grootste gebouw ter wereld had gebouwd. Of het dat nog is, weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk het eigenlijk niet, hè, want het is natuurlijk een fijn object om zelf het grootste gebouw ter wereld te hebben. Er zijn ook wel geruchten gegaan dat Amsterdams Medisch Centrum ooit het grootste gebouw ter wereld was. En dat zou natuurlijk symbolisch zijn voor onze toekomst, niet waar? Het grootste gebouw ter wereld zal tenslotte ongetwijfeld een ziekenhuis zijn. Waarin een grotendeels zwaar bejaarde en demente wereldpopulatie kan worden verpleegd en naar het einde toe kan worden begeleid. U zult zien dat hij eigenlijk in no time voor de tweede maal het grootste gebouw ter wereld bouwt, wat dan weer groter is dan het Pentagon.
Op 24 september 1942 koopt Groves 210 vierkante kilometer terrein bij Oak Ridge. Dat ligt in de staat Tennessee. Waarom in Tennessee? Omdat daar een grote hoeveelheid elektriciteit voorhanden was die in die fabriek noodzakelijk zou zijn. En op dat terrein hebben ze in no time ook weer in een gigantisch tempo twee reusachtige fabrieken gebouwd, waarvan er dus één nog weer groter was dan het Pentagon was. Want ze hadden besloten namelijk dat voor alle veiligheid zouden ze twee technieken gaan gebruiken om uranium-235 te scheiden van uranium-238. Als de ene het niet deed, dan zou misschien de andere het wel doen. He, alleen de Amerikanen zouden op zo'n idee komen dat, nou, waarom proberen we eigenlijk niet twee methodes? Hoe hebben ze dat gedaan? Nu kom ik tot mijn explicatie van de gasdiffusie, die voor de natuurkundigen onder u teleurstellend simplificerend zal zijn. En voor de niet-natuurkundigen onder u, die zullen vooral denken van, wat kan mij dat eigenlijk schelen? He. Maar goed, ga het toch vertellen. Dat is altijd als je de gouden middenweg kiest. Hoe ga je dat nou doen? Hoe ga je die, hè, want dat gewicht van het ene atoom en het gewicht van het andere atoom, dat is maar een hele fractie kleiner, dat is ontzettend weinig. Eerst maken ze van uranium een gas, namelijk uraniumhexafluoride. Een nogal agressief gas is dat, UF6 geheten. En nu wordt dat gas, dat wordt geleid langs een wand, kun je zeggen, die in feite poreus is. En omdat U235, of althans de hexafluoride waarin de U235 zit, die zijn net precies een fractie lichter dan die met U238. Dus die migreren iets makkelijker door die poreuze scheidingswand. Het verschil is minuscuul, dus je moet dat proces, dat moet duizenden malen moet dat herhaald worden. Ze wisten overigens op het moment dat ze de fabriek begonnen te bouwen nog niet welke stof ze zouden kunnen gebruiken voor die poreuze scheidingswand. Omdat dat uraniumhexafluoride dus een zeer agressieve stof is. Maar tenslotte hebben ze een stof gevonden, daar gaan we het nu verder niet over hebben. En de tweede methode, daar wordt ook weer uraniumhexafluoride geproduceerd. En dat wordt nu geleid door een gebogen vacuümtank met een sterk magnetisch veld. En het resultaat daarvan is dat U235, omdat het ietsje lichter is, ietsje minder wordt afgebogen door dat sterke magnetische veld dan die atomen met U238. Ook dit is een proces wat langdurig gehaald moet worden om tenslotte een zuivere vorm van U235 te krijgen. Nou ja, voor 90% zuiver zullen we zien. Dat is wat het proces ongeveer opleverde. In Oak Ridge werkte in 1942, toen ze aan de bouw van die twee fabrieken begonnen, 3000 mensen. In 1945 werkten daar 75.000 mensen. Heeft u enige idee van de schaal van de industriële productie en de technische problemen waarvoor men in feite stond? Op 26 september 1942 kreeg het Manhattan Project de highest wartime priority. Had je die, dan kon je alles krijgen wat je wilt, onder alle denkbare omstandigheden. Je hoefde maar te kicken en je kreeg het. En dat gold zeker voor het Manhattan Project. Groves kon alles krijgen wat hij graag wilde hebben. Dan komen we nu aan een wonderlijk punt, wat ik zelf eigenlijk nooit goed begrepen heb en eigenlijk nergens goed. Het is wel verklaarbaar, maar toch merkwaardig. Groves, die een gezette militair was van het oude stempel, die heeft als directeur van het bomproject gevraagd, of althans van het laboratorium wat de bom zou gaan ontwerpen en bouwen, Robert Oppenheimer. Een Amerikaanse fysicus die hoogleraar was in Berkeley, die gevormd was, gestudeerd had in Duitsland. Ja, je komt steeds weer die Duitsers tegen in dit verband. En Oppenheimer had al in de zomer van 1942 een conferentie bijeengeroepen waarin die met allerlei vooraanstaande natuurkundigen had gefilosofeerd over de vraag, als je dan zo'n bom moet maken, hoe zou die er dan ongeveer uit moeten zien? Voor iemand als Groves was Robert Oppenheimer een hele merkwaardige keuze. Oppenheimer was namelijk een gepatenteerd lid van de linkse kerk. Ja, ik durf het hier wel, als u het verder niet verder vertelt natuurlijk. Hij had linkse sympathieën.
Oppenheimer was een archetype van de linkse intellectueel in alle opzichten. Een volstrekt briljant en ook charismatische man. Maar de militaire inlichtingendienst heeft Oppenheimer nooit vertrouwd. In feite hebben de militaire inlichtingendienst lieden altijd gedacht dat hij een spion was. En dat hij de geheimen van de bom zou doorgeven aan de vijand. Wie dat dan ook precies zou mogen wezen. Was hij een spion? Nee, dat was hij niet. Is hij benaderd om die geheimen door te geven? Ja, dat is hij nou weer wel. Ik ga u niet vertellen wie dat gedaan heeft. Ongetwijfeld ook een prominent lid van de linkse kerk. U weet, een van de machtigste organisaties ter wereld. Die ook in Nederland in feite alle macht in handen heeft. Ja, daar wordt nu nog onderzoek naar gedaan door de AIVD. Maar waarschijnlijk is de directeur van de AIVD ook een lid van de linkse kerk. Dus dat wordt nooit wat met dat onderzoek. Dat voelt u al wel aan. Hè? Oppenheimer heeft in de tijd ook gerapporteerd dat hij benaderd was met de vraag: wil je niet wat geheimen doorbrieven? Hij heeft het gerapporteerd, maar hij heeft het in onvoldoende mate gerapporteerd. Hij is daar nooit duidelijk over geweest wat hem precies is overkomen, op welk moment en op welke wijze. En dat zal hem tenslotte, maar dan zijn we ondertussen wel een kleine 20 jaar verder, heel duur te staan komen. Want in de jaren 50 is tenslotte meedogenloos afgerekend door de rechtse kerk met dit gepatenteerde lid van de linkse kerk. Was het een goede keuze? Het was een briljante keuze. Waarschijnlijk de beste keuze die Leslie Groves had kunnen doen. Maar vanuit het perspectief nogmaals van een zeer conventionele, gezette Amerikaanse generaal was het een wonderbaarlijke keuze om te doen. Samen met Groves heeft hij een plek uitgezocht om dat laboratorium te bouwen. En dat is tenslotte gebouwd in Los Alamos in New Mexico. Een buitengewoon afgelegen plek, wat in dit geval natuurlijk ook wel handig zou zijn. Er was zo'n haast geboden met de bouw van die reusachtige projecten, dat vertelde ik u daarnet eigenlijk al, dat in Oak Ridge al aan de fabriek begonnen was, voordat ze eigenlijk precies wisten wat voor technologie tenslotte gebruikt moest worden om het productieproces zelf van U-235, om dat op de beste wijze te laten verlopen. En dat gebeurde ook op een andere plek in de Verenigde Staten, namelijk in Hanford. Dat is een plaats, ook een zeer, zeer afgelegen plaats, zeker toen in de staat Washington. Want daar begon Groves aan de bouw van een enorm complex van kernreactoren. En de bedoeling daarvan was dat in die kernreactoren plutonium zou worden geproduceerd. En daar komen we aan de tweede. Ik zei u er net al, twee methodes om uranium-235 te scheiden van 238. Twee methodes om tenslotte naar de bom te geraken, namelijk de uraniummethode en de plutoniummethode. Want in 40 had iemand ontdekt dat als je uranium beschoot met die neutronen, waar we het over gehad hebben vorige keer, dat er dan een stof zou ontstaan die P239 heet, dat is plutonium. En volgens de fysici was het zo dat plutonium zich nog makkelijker zou laten splitsen dan U-235. Dus ze dachten, weet je wat, we doen er ook plutonium bij. En u zult zien dat dat ook gebeurd is. Ook daar ging het om de bouw van reusachtige complexen waarvan ze nog niet helemaal zeker wisten of ze überhaupt zouden werken. Want pas op 2 december 1942 begon de allereerste kernreactor te werken. Werd de allereerste kernreactor kritisch. Als u het zich nog goed herinnert, dan was dat ding wat Fermi en Szilard samen hadden ontworpen, waarvoor waren ze in 1939 aan het ontwerp van de zaak begonnen waren. Kortom, het tempo van dat Manhattan-project, dat was ronduit indrukwekkend. En ik durf wel te stellen dat er op dat moment geen enkele natie in de wereld was buiten de Verenigde Staten die een dergelijk project in een dergelijk tempo, op een dergelijke schaal, en dan bovendien nog steeds twee trajecten tegelijkertijd had kunnen verwezenlijken. En dat is natuurlijk een moment waarop u begint te denken, nou ja, was het niet zo dat de Amerikanen dit helemaal alleen hadden ondernomen vanwege het gevaar van een eventuele Duitse bom? Dus u begint bij uzelf te denken, hoe staat het eigenlijk met die Duitse bom? Dat is eigenlijk een natuurlijk denkproces.
en nu doet zich een heel eigenaardige zaak voor. We zijn ondertussen gearriveerd eind 42 ongeveer. Dat de Amerikanen nooit hebben onderzocht hoe het precies stond met de Duitse bom. En waarom hebben ze dat niet gedaan? Omdat Leslie Groves die zei van ja, als we moeten gaan spioneren naar die Duitse bom, dan moeten we iemand naar Duitsland sturen of daar iemand aan de haak zien te slaan die zoveel afweet van die bom dat hij op zinvolle wijze kan spioneren naar die bom. He? Want ja, u zou dat, althans afgezien van die natuurkundigen onder u, zou u kunnen wel gaan spioneren, maar he? Ja, als je bijvoorbeeld socioloog bent, dan kun je wel in zo'n laboratorium gaan kijken. Dan denk je, god, wat borrelt dat allemaal lekker. En wat een fijne buisjes zijn dat allemaal. En wat zitten ze kwiek te werken. En wat hebben ze een fijne witte jassen. Waarom hebben wij sociologen geen witte jassen? Dat denkt u allemaal, maar u heeft geen flauw idee wat zich daar afspeelt. En Groves' redenering was, als we iemand sturen die er echt verstand van heeft en die werkelijk kan beoordelen hoe ver die Duitsers zijn, dan bestaat ook het gevaar dat ze hem gevangen nemen. Ja, en dan krijg je waterboarding en dan voordat je pap gezegd hebt, weten de Duitsers dat de Amerikanen weten dat de Duitsers eventueel bezig zijn aan de constructie van een bom. En ja, nu komen we aan een heel interessant moment, want de Duitsers waren helemaal niet meer bezig eind 42 met de constructie van een bom. En waar lag dat aan? Dat de chef van de Duitse oorlogsproductie, Fritz Todt, die was in december 41 bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. En die was opgevolgd, zoals u weet, door Speer. En Speer heeft begin 42 een soort evaluatieproces opgezet. Hoe staat het met het onderzoek naar de uraniumkwestie? Als u herinnert zich, er was een geheime uraniumcommissie benoemd om te onderzoeken hoe het daarmee zat. En die evaluatie die leverde eigenlijk op dat Speer vrij snel concludeerde, die kans dat wij een atoombom bouwen die werkt voor het einde van de oorlog, die is in feite uitgesloten. En op dat moment, hij zet het project stil en alle geleerden die erbij betrokken zijn, die zwermen uit naar allerlei andere projecten die een veel hogere militaire prioriteit hadden. Begin 42 komt er een einde aan het Duitse bomproject. Is dat niet wonderbaarlijk eigenlijk? Hè? Waarschijnlijk ook wel met recht. Ik neem aan dat Speer dat wel goed heeft beoordeeld. De Duitsers hebben nog wel een kernreactor gebouwd, maar die is nooit kritisch geworden. Dus die is nooit aangezet, om het zomaar te zeggen. Ze konden het knopje niet vinden. Maar flauw, flauw. Dat moet er maar uitgeknipt worden. Waarbij natuurlijk de volgende vraag rijst. Stel nou voor dat de Amerikanen wel onderzocht zouden hebben of die Duitsers bezig waren een bom te maken en of ze daar nou een beetje vorderingen mee aan het maken waren. Wat dan? En ze waren erachter gekomen, die Duitsers hebben de zaak stilgezet. Speer heeft gewoon gezegd, nee, het wordt niks. Zou de Amerikanen dan ook gestopt zijn? He? Zou Groves een briefje hebben gekregen, haal maar op met die bouw, hè? Beetje een soort rijksmuseumachtige toestand. Het zal nooit meer afkomen. En er is van alles tot stand gebracht, maar we gaan niet verder. Ik denk eerlijk gezegd van niet. He, zelfs als ze het geweten zouden hebben, zouden ze doorgegaan zijn met het bomproject. Omdat natuurlijk toen eenmaal duidelijk was dat het kon, had je altijd het vermoeden, de mogelijkheid, dat een andere mogelijkheid het ook zou kunnen. En die zou dan, niet waar, in een machtspositie raken te vergelijken met de Duitsers als ze het hadden gekund. Ze konden het niet. Want je kon ook vermoeden dat in de Sovjet-Unie, daar hadden ze ook natuurkundigen. Ik heb u verteld, alle natuurkundigen die begrepen hoe het, kan ik zeggen, qua basistechniek in elkaar stak. Dus die hadden het ook kunnen bedenken. Dus ik denk dat de Amerikanen altijd door zouden zijn gegaan met de constructie van die bom. Het interessante is eigenlijk dat, als je naar de Engelsen kijkt, die dus zeer intensief met de Amerikanen samenwerkte, die in feite al het eerste materiaal aan de Amerikanen geleverd hebben, die ook in de rest van de oorlog intensief met de Amerikanen samenwerken, die besluiten al in de oorlog dat ze na de oorlog zelfstandig een bom zullen bouwen. Wel begrijpend dat je zonder bom geen grote mogelijkheid meer zou zijn na de Tweede Wereldoorlog. En
U zult zien, na de oorlog is het ook zo dat de Amerikanen al vrij snel besluiten om de Engelsen niet meer zo intensief met hen te laten samenwerken. Omdat je hier ziet dat zelfs trouwe bondgenoten elkaar op dit punt niet 100% in de ogen konden kijken. En dat hebben de Engelsen, zoals u weet, ook gedaan. En alle andere naties waar die denken, soms terecht, soms onterecht, dat ze een grote mogendheid willen zijn, die hebben dat ook gedaan. Dit is een fantastisch moment om de kuchpauze te laten beginnen. U mag nu 5 minuten kuchen en dan gaan we door. Thank you.
dames en heren, wij gaan weer beginnen. We zijn ondertussen gearriveerd in Los Alamos, waar het puikje van de internationale, dat kun je eigenlijk wel zeggen, natuurkundige aan de slag is gegaan om een bom te bouwen. En ik vertelde u al, de Amerikanen hadden, om het zekere voor het onzekere te nemen, besloten dat ze twee verschillende bommen zouden bouwen. Als er één niet werkte, dan had je al nog een goede kans dat de andere wel zou werken. Eén was de uraniumbom en een andere was de plutoniumbom. En die twee bommen die hadden eigenlijk een zeer verschillende constructie. Al is het basisidee van de constructie steeds hetzelfde, bij beide wapens hetzelfde, namelijk dat je enorm moet oppassen dat de kernsplitsing niet te vroeg begint. Hij moet precies op het juiste moment beginnen, zodat hij werkelijk een explosief karakter heeft. Anders wordt het een zogenaamde fissel. Ja, je kunt zich daar iets bij voorstellen. Dan maakt het nog wel steeds een enorme knal. Ik zou maar zeggen, die aula zou het niet overleven, bij wijze van spreken. Maar dan zou de stad Utrecht zou het waarschijnlijk weer wel overleven. Hè? En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Je zou misschien kunnen redeneren, is een volstrekte speculatie mijnerzijds, dat dat eerste nucleaire wapen van de Noord-Koreanen, dat een fissel was. Dat die op het verkeerde moment is afgegaan. Het was een halve kiloton. Dat stelt geen pest voor, zullen we zien. Maar ik heb dat nooit ergens gelezen. En hoewel, ik heb wel vaker gelijk gekregen, dus. Jij weet het maar nooit. Goed, hoe werkt die uraniumbom? Dat was eigenlijk een iets simpeler mechaniek dan die plutoniumbom. Ze schieten eigenlijk in die uraniumbom een kogel van uranium met zeer hoge snelheid in de holle kern van een soort bolvormig uraniumlichaam. En dan zodra die daar in die kogel, in die kern is gearriveerd, nietwaar, dan begint die kernsplitsing te lopen, mits de initiator ook gaat werken. Die initiator is het dingetje wat de neutronen gaat produceren. Wat, laten we zeggen, de zaak op gang moet brengen. Over die initiator weten we bar weinig. U zult zien, over een paar weken, niet waar, ga ik het hebben over dat fameuze verhaal dat elke randebiel met een fietsenmakersdiploma een bom kan bouwen. Maar wij weten bijvoorbeeld helemaal niet, dat kun je ook nergens eenvoudig vinden, hoe zo'n initiator precies werkt. Dat is nog steeds diep geheim. De plutoniumbom had dus in principe hetzelfde probleem, maar nog veel ernstiger dan de uraniumbom. Dat wil zeggen, het bereiken van de kritische massa moest in een enorm korte tijd plaatsvinden om te vermijden dat je ook daar weer zo'n fissel zou krijgen. En daarvoor hadden ze bedacht een implosie. Dat wil zeggen een lensvormig explosief wat de plutoniumkern in een hele korte tijd heel sterk zou comprimeren, zodat die kritische massa zou ontstaan. En dat lensvormige explosief, daar hebben ze eigenlijk jaren aan zitten prutsen. Daar zijn ze wel zo'n anderhalf jaar aan bezig geweest. Ze hebben allerlei experimenten uitgehaald. Ze hebben de beste mathematici ter wereld hebben gewerkt aan hoe je dat precies in elkaar moest zetten, dat lensvormige explosief. Maar we zullen zien, tenslotte lukt het. In de eerste maanden van 1945 komt hoogverrijkt uranium, 90% U-235 ter beschikking en ook plutonium. Beide fabrieken dus hadden het werk gedaan waarvoor ze gebouwd waren. Omdat de plutoniumbom veel gecompliceerder was qua constructie dan die uraniumbom. Hoe kunt u ze uit elkaar houden? U heeft vast wel eens plaatjes gezien van Little Boy en Fat Man. De plutonium is Fat Man. Dat komt vanwege dat reusachtige, lensvormige. Ja, of je een explosief ook een implosief kan noemen, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Is er iemand onder u die regelmatig dit woord gebruikt in verband met beschouwingen over zijn familie? Een implosief, maar het was eigenlijk een soort implosief. Dus de Fat Man is een implosief en Little Boy, dat is een uraniumbom. Dat is meer, die ziet er meer vrij traditioneel uit, zal ik maar even. Hoewel, ja, het is maar net wat je ideaal typische voorstelling van een bom is, eerlijk gezegd. En ik weet niet wat u met zich meedraagt op dit punt, maar ik zou ze allebei eigenlijk, als ze op de rommelmarkt werden aangeboden, zou ik zeggen, god, dat zal wel een bom zijn, hè? Yeah.
Dus men besloot om die plutoniumbom, om daar een proefexplosie voor te houden. En die proefexplosie heeft plaatsgevonden, die was door Oppenheimer Trinity genoemd, op 16 juli 1945 in Alamogordo. Een minuscuul plaatsje, nog weer enkele honderden kilometers ten noordwesten, dacht ik, van Los Alamos. En hij deed het. De bom is ontploft 15 seconden over 5:30 op die gedenkwaardige 16 juli 1945. Er zijn tal van beschrijvingen bekend van, het is ook wel vrij komisch, er waren lui die hadden wel 3 verschillende zonnebrillen opgezet en er waren lui die hadden zich helemaal met zonnebrand ingesmeerd, want ja, ze begrepen wel dat er een ontzaglijke hoeveelheid licht en hitte voor door dat ding zou worden uitgestraald. En nou ja, we kennen die, hè. De lichtflits was helderder dan 1000 zonnen. Dat is zo'n fameuze beschrijving. Er ontstond een gigantische vuurbal en tenslotte de bekende fameuze reusachtige paddenstoelwolk. En u weet, Oppenheimer wordt altijd geciteerd met zo'n zwaarwichtige term uit de Bhagavad Gita van ik ben nou even vergeten hoe het is. Ik heb een heel slecht geheugen voor religieuze teksten. Maar hij zei namelijk op het moment zelf, zei hij heel wat anders. Hij zei, it worked. He? Ja. Vrij voor de hand liggend. Op zichzelf briljant samengevat. Je kunt niet anders zeggen. It worked. En we zullen zien dat als de chef van het Russische project jaren later in precies dezelfde omstandigheden verkeert, dat hij ook zegt, it worked. Maar ja, in het Russisch dan natuurlijk. Hè? Ja, in een Amerikaanse film zou hij het in het Engels zeggen. Ja, dat... Jawohl, sir. U kent dat wel. Hè? Het bleek uiteindelijk 18,6 kiloton te zijn. Hè? 18.600 kilo ton TNT, sorry. 4 maal sterker dan ze verwacht hadden. Dus kennelijk waren hun berekeningen toch ook niet zo verschrikkelijk betrouwbaar. Maar u ziet, het allereerste Amerikaanse nucleaire wapen was 18,6 kiloton. Dan is natuurlijk het allereerste Noord-Koreaanse wapen van 0,5 kiloton. Daar moet iets mis mee zijn geweest. Hè? Het was wel een heel klein bommetje. Op dat moment, ze hadden dus 1 proefexplosie, was zeer succesvol verlopen. Ze hadden nog 2 bommen over, 1 U-235-bom en 1 plutoniumbom. En in principe materiaal nog voor een 3e bom. Waarmee natuurlijk het punt was bereikt dat ze moesten besluiten, wat gaan we met dat ding eigenlijk precies doen? Gaan we hem gebruiken of gaan we hem niet gebruiken? En eigenlijk is nauwelijks nagedacht over de vraag of die gebruikt moest worden. Dat die gebruikt zou gaan worden lag, was min of meer vanzelfsprekend. En u weet daar eigenlijk, naarmate we verder in de tijd afgeraakt zijn van het moment waarop dat besluit vanzelfsprekend is genomen, zijn we steeds meer gaan twijfelen, was dat eigenlijk wel verstandig? Had de Amerikaanse president dat eigenlijk wel moeten doen? Zou Japan niet gecapituleerd hebben zonder nucleaire wapens? Was het eigenlijk bedoeld om de Russen een signaal te zenden van we hebben een reusachtige bom en pas op je tellen? Een soort methode eigenlijk om via enkele honderdduizenden dode Japanners de Russen onder druk te zetten in de onderhandelingen aan het eind van de oorlog. Al dat soort van twijfel is in de loop der jaren gerezen. En daar is ook in wetenschappelijke kring een enorme strijd over uitgebroken. Maar eigenlijk is dat een lichtelijk onzinnige strijd, omdat het meer een strijd is van ons, uitgaande van het perspectief van veel later, dan een strijd van toen. Want het kernbesluit was eigenlijk dat ze die dingen nou eenmaal gebouwd hadden, dat het oorlog was en dat die dingen dus ook vanzelfsprekend moesten worden gebruikt. Het was een militair besluit. En nogmaals, de twijfels en de scrupules zijn van veel later datum. Truman was overigens, die was net president geworden. Dat is nog wel aardig dat Truman wordt president als Roosevelt overlijdt. Hè, dus dat is 5 april, zeg maar. En Truman wist helemaal niet dat die bom bestond. Dus de minister van Defensie, die kwam bij hem in het kantoor. En de Oval Office natuurlijk. En zei, ja, Mr. President, ik heb een interessante mededeling voor u. We hebben een gigantische bom gemaakt. Waarop de president zei, oh ja? Ja,
tenminste, zo stel ik het mij voor. Het is niet woordelijk overgeleverd, deze wonderlijke ontmoeting. Maar het geeft u natuurlijk wel aan dat de vicepresident eigenlijk buiten alle wezenlijke beslissingen was gehouden die in de loop van de oorlog waren genomen. Het is ook de minister van Defensie, Stimson, die een commissie bijeenroept die zich moet gaan afvragen hoe gaan we die bom nou eigenlijk gebruiken. Hoe? Niet gaan we hem überhaupt gebruiken, nee, hoe gaan we hem gebruiken? Daar zaten weer de bekende figuren in, daar zat Groves in, daar zat Marshall in, daar zat Oppenheimer zat erin en nog een aantal lieden. Er is nooit twijfel geweest aan de vraag of die gebruikt moest worden. Ze gingen hem gebruiken, maar ze hebben het wel gehad over de vraag, zouden we niet een proefexplosie moeten organiseren? Dan nodigen we de Japanners uit van kom maar eens kijken, ja. Maar een klein gezelschap natuurlijk. En kom maar eens kijken, we hebben een verschrikkelijke bom. En als je niet oppast, dan gooien we die bom ook op Japan. Toen hebben ze besloten, nee, dat doen we niet. Want A, waren ze bang dat de Japanners dan naar het proefterreintje Amerikaanse krijgsgevangenen zouden brengen. Die dan ook om het leven zouden komen. Dat was punt 1. Maar het allerbelangrijkste punt was eigenlijk dat ze dachten, Stef, wat gebeurt er als die niet afgaat? He? Japanners zitten daar klaar. Zonnebrillen op, zonnecrème, hè? Er wordt op de knop gedrukt, niks. Hè? Een beetje zoals die fameuze anekdote over die Russische raketlancering, die ik nu natuurlijk niet later kan u even heel heel kort te vertellen. Een grote Russische raket zal gelanceerd worden. Allerlei hotshots, militairen en politici zijn uitgenodigd voor de lancering. Ze zitten in een bunker op een kilometer afstand van die raket. Ze drukken op de knop. Niks. Hij doet het niet. Hè? Doet een beetje denken aan een door mij gebouwd verlengsnoer met zijn. Nou, drukken nog een keer op de knop. Nog een keer. Beginnen ongeduldig. U ziet het voor u. Proberen alle draadjes. Zit hij in stopcontact? Ja, zit stopcontact. Dat kan niet wezen. U weet meestal als de computer het niet doet, is het stopcontact. Na een half uur denken ze, nou ja, hij doet het helemaal niet. Weet je wat we doen? We gaan even kijken. Kijk, u begrijpt meteen wat er gaat gebeuren. Maar die Russen niet dus. Het hele gezelschap wandelt in bedaagd tempo naar die raket toe. En op het moment dat ze daar arriveren, explodeert dat ding. Nou, ik wil niet zeggen dat zo'n beetje alle belangrijke Russen waren weggevaagd, maar het... Ja, dus daar waren de Amerikanen bang voor dat ze een geweldige zeepert zouden oplopen als er iets, er hoefde maar iets fout te gaan. En ja, laten we wel wezen, ze hadden er één beproefd, die had het gedaan, maar het was natuurlijk een hoogst experimentele technologie in feite. En zo hebben ze tenslotte besloten om het ding op een Japanse stad te gooien, waarbij ze eigenlijk een vrij wonderlijke redenering volgen. Ja, was de redenering van de commissie, we gooien dat ding op een warplant, op een centrum van oorlogsfabrikage, wat omringd is door arbeiderswoningen. Nou, dat is al vreemd en ambigu, van ja, je gebruikt het ding tegen een militair doel, maar expliciet, maar ja, dus ook impliciet tegen al die, gesteld dat de arbeiders thuis zijn, tegen de arbeiders die in die arbeiderswoningen wonen. En je hebt de indruk dat dat een beetje werd gedaan om zichzelf ook moreel te sparen. He, want bijvoorbeeld als je de dagboeken van Truman leest, dan verklaart Truman gedecideerd, in het algemeen was hij enorm gedecideerd, vooral als hij het niet zeker wist. Truman verklaart gedecideerd, we gaan het op een militair doel gooien. We gaan daar niet nodeloos slachtoffers maken. Maar als u kijkt naar waar de bom op Hiroshima gevallen is, precies op het centrum van de stad. Er is geen sprake van dat ze een militair doel hadden uit. Dus precies in het dead center van Hiroshima is die, Hiroshima had ik besloten dat het was, is die bom gevallen. He, dus hier heb je het gevoel dat Truman zichzelf iets wijs maakt. Of misschien door anderen iets wijs is gemaakt van waardoor het naar zijn gevoel misschien minder erg zou zijn. Later is altijd door de Amerikanen gezegd, door Stimson, de minister van Defensie, maar ook door de president. Ja, als we het niet zouden hebben gedaan, waren er misschien 500.000 Amerikanen gesneuveld bij het uitvoeren van amfibische landingen op de Japanse hoofdeilanden. Of dat zo zou zijn geweest, dat weet ik niet.
weten we niet. Truman heeft advies gevraagd aan Marshall. Moeten we een invasie plegen of vallen ze vanzelf om? Marshall zei nee, je moet een invasie organiseren. Het is niet anders. En daarbij zullen enkele tienduizenden Amerikanen om het leven komen. Dus een beetje dat half miljoen is een beetje achteraf erbij bedacht. Misschien ook wel nadat ze gezien hadden wat de gruwelijke effecten van het wapen precies zouden zijn. U zou natuurlijk ook nog kunnen zeggen, ja, als de Japanners, u weet, Japan was op dat moment totaal verslagen. Het land was vrijwel volledig weggebombardeerd. Ze konden in feite niks meer. Ze hadden natuurlijk normaal moeten capituleren. En de Japanners hebben dat hele proces, dat hebben ze eindeloos gerekt. Want de Japanse militairen die waren eigenlijk bereid om min of meer eindeloos door te vechten. Daar kwam het op neer. En de keizer bleef maar aarzelen. Moet ik het nou wel doen? Moet ik het nou niet doen? Ten slotte stellen de vijanden van Japan op de conferentie van Potsdam. Potsdam, daar wordt geconfereerd. Kan ik prettig verwijzen naar mijn ontzettend leuke college over de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Van 16 juli tot 2 augustus wordt er in Potsdam vergaderd. Op 16 juli, dat is de dag dat Truman hoort dat de proefexplosie heeft gefunctioneerd. En dat geeft hem, schrijft hij ook, geweldig zelfvertrouwen. Zo van, aha, waarom? Dat is natuurlijk een beetje eigenaardig eigenlijk. Want in principe wisten de Russen niks van allemaal Gordo. Dus waarom dan Truman een groter zelfvertrouwen aan dat idee zou ontlenen, dat is logisch eigenlijk een weinig overtuigende redenering. De Engelsen, de Amerikanen en de Chinezen hebben in Potsdam een verklaring opgesteld. De Potsdam Declaration, 26 juli, waarin ze eigenlijk de Japanners voor het blok hebben gezet. Daar hebben ze in gezegd van jullie moeten nu capituleren. Doe je dat niet, dan volgt prompt en utter destruction. Waarschijnlijk hebben de Japanners zich niet gerealiseerd hoe prompt en utter de destruction wel niet zou zijn. Want de Japanse leiding was nog steeds diep en diep verdeeld. En er komt uit Tokio geen duidelijke reactie. Als ze op dat moment hadden gezegd na de Potsdam Declaration, oké, we stoppen ermee, we geven ons over, dan waren de bommen niet gebruikt. Maar dat hebben ze niet gedaan. Sterker nog, zelfs op het moment dat de keizer al besloten heeft om te capituleren, dan is er nog een soort van wonderlijk chaotisch staatsgreepje van de militairen die aan l'outrance willen doorvechten. Tot het moment daar is dat je in het zicht van de eerste Amerikaanse soldaten harakiri pleegt. Zo'n beetje dat maak ik er nou even van, maar gesteld dat ik een Japanse militair was geweest, nou, dan was ik waarschijnlijk toch al wel eerder mee gestopt. Ja, dat blijft natuurlijk. Geldt natuurlijk voor de hele Tweede Wereldoorlog. Dat zo'n oorlog lang, lang doorgaat. Nadat in feite alle gevechtshandelingen al volkomen zinloos zijn geworden. En eind juli wordt ook het bevel gegeven dat zodra de omstandigheden redelijk zijn, de bommen zijn ondertussen gearriveerd op Tinian, zodra de omstandigheden redelijk zijn, kan het wapen in principe ook gebruikt worden. Nog een punt wat speelde in deze weken was de vraag, moeten we het aan de Russen vertellen, ja of nee? Ook een beetje typisch met het idee dat die Russen van niks zouden weten, want ja, ik had u al verteld, al die natuurkundigen wisten precies wat er in principe mogelijk was. Ten slotte besluit Truman het toch aan Stalin te vertellen. En hij zegt, ja, we hebben in terloops tijdens de conferentie, we hebben een krachtig nieuw wapen ontwikkeld. En de bronnen zijn het niet eens over wat Stalin toen gedaan heeft. Sommigen zeggen ook eens dat hij heeft gezegd, oh ja, of woorden van dergelijke strekking. En via andere bronnen beweren dat hij alleen koeltjes heeft geknikt. En de Amerikanen waren zo teleurgesteld over zijn terughoudende reactie dat ze zich afvroegen, begreep hij eigenlijk wel precies waar het over ging? Ja, dat begreep hij heel erg goed. Want de Russen hadden ook een topspion in Los Alamos die hen alle geheimen van de constructie van de bom uitgebreid en zeer gedetailleerd had doorgegeven. Toch is interessant, later zullen we zien wat de consequenties daarvan zijn, dat Stalin diep onder de indruk was van Hiroshima. Diep. Hij realiseerde zich toen pas wat het eigenlijk precies betekende. Ze hadden zelf ook een projectje gehad in de oorlog. Daar was niet veel van terechtgekomen. Maar we zullen zien hoe
panisch die eigenlijk reageert zodra die begrijpt wat er met Hiroshima is gebeurd. Hij realiseerde zich onmiddellijk dat eigenlijk de krachtsverhoudingen in de wereld, die natuurlijk in de jaren daarvoor eigenlijk nogal sterk in het voordeel van de Sovjet-Unie waren veranderd, eigenlijk terugschoof. Dat een, naar zijn gevoel was een onacceptabele verstoring van het machtsevenwicht tot stand gekomen. En als u even denkt aan die Engelsen waar ik het al over gehad heb, dan zult u begrijpen dat Stalin in principe maar tot één besluit kon geraken zodra hij begreep wat in feite de mogelijkheden waren. En zo is het ook precies gegaan. Japan capituleert tenslotte op 15 augustus... waarbij de keizer nog het understatement van de oorlog produceert, want hij spreekt de bevolking toe en zegt dan: de oorlog heeft zich niet noodzakelijkerwijze in Japans voordeel ontwikkeld. Moet u zeggen, ja, geniaal uitgedrukt. He? Dat je toch nog thuis aan de radio denkt: nou ja, oké, is dat niet helemaal in Japans voordeel. Het is eigenlijk een vrij redelijke toestand, maar ja, heel merkwaardig. U spreekt voor zich dat dit de Nederlandse vertaling is van de Engelse vertaling van wat de keizer heeft gezegd. Dus mochten er mensen aanwezig zijn die het in het Japans, misschien in het Japans nog wel subtieler uitgedrukt. Dat zou een aardig idee zijn. Zouden de Japanners zich zonder bom ook hebben overgegeven? Zonder enige twijfel. Alleen het probleem was, de Amerikanen wisten niet wanneer. En kijkend naar die Japanse militairen moet je constateren, dat had in principe nog maanden kunnen slepen. En stel u zich voor de ontwikkelingen tijdens de oorlog, het hele militaire momentum van dat immense conflict. Ja, dan kunt u zich wel voorstellen dat de Amerikanen zeggen: wij willen gewoon dat het zo snel mogelijk is afgelopen. En of dat nou enkele tienduizenden levens spaart of enkele honderdduizenden levens, ze willen gewoon dat het zo snel mogelijk is afgelopen. En nogmaals, ik wijs erop dat de Japanners alle gelegenheid hebben gekregen wekenlang, maandenlang om te capituleren. Wetend dat het natuurlijk volstrekt, ja, wetend dat de oorlog zich niet noodzakelijkerwijs in Japans voordeel heeft ontwikkeld. Er is nog een bekende redenering, dat is van James Conant. Dat is ook een belangrijke wetenschappelijke adviseur van de president. En Conant die heeft gezegd van ja, als we die bommen niet zouden hebben gebruikt in Hiroshima en Nagasaki, dan zouden ze misschien later veel frequenter zijn gebruikt. En nu was de schok zo enorm groot en de resultaten zo gruwelijk en aangrijpend, dat eigenlijk op dat moment dat lange proces begint aan zijn ontwikkeling van eigenlijk zijn het wapens die je helemaal niet kunt gebruiken. Eigenlijk zijn het wapens die er eigenlijk alleen maar zijn om, dat was ook de oorsprong van het wapen zelf, om de ander ervan af te houden om het zelf te bouwen of eventueel te gebruiken. Dus dan zouden al die honderdduizenden doden die, nou wat waren er, dat had ik gezegd, 140.000 doden in Hiroshima. Ik dacht zo'n 40, 60.000 doden in Nagasaki. Ja, dat Nagasaki ligt een beetje anders en die bom was niet precies helemaal raak. Dus dat waren veel minder slachtoffers, maar je komt toch al heel gauw op ruim 200.000 doden in dit verband. Wie weet hebben die dan toch historisch nog een soort, ja, of de doden zelf dat een leuk idee zouden hebben gevonden, weet ik niet zo, maar zo kunnen we er toch nog in ieder geval iets van maken. We zitten hier natuurlijk toch met het vraagstuk, en dat heb ik eigenlijk daarnet bij Truman al enigszins aangekaart. Een vraagstuk wat eigenlijk gewichtiger is geworden naarmate de tijd gevorderd is. Oké, het was een militaire beslissing, maar hoe konden toch op zichzelf fatsoenlijke, wat oudere mannen van gevorderde middelbare leeftijd zo gemakkelijk besluiten tot het bombarderen van steden die zich op geen enkele wijze konden verdedigen, gelegen in een land wat totaal aan de totale verwoesting was overgegeven. Hoe konden die daartoe besluiten? Zonder moreel, zichzelf moreel totaal in het honderd te draaien. En daar komt achteraan natuurlijk dat we vervolgens een systeem hebben gebouwd in de jaren van de Koude Oorlog. Waarbij beide partijen over tienduizenden nucleaire wapens beschikten. En waarbij toch het uitgangspunt was dat we die eventueel onder heel bepaalde omstandigheden zouden gaan gebruiken. Dat de vrede afhankelijk was
van de vernietiging van waarschijnlijk miljarden mensen in de eerste twee dagen van een groot gewapend conflict tussen de supermogendheden. Hoe zijn we aan zoiets idioots gekomen? Hoe zijn we aan het idee gekomen dat het eigenlijk een prima idee is om volstrekt onschuldige en weerloze burgers op deze megaschaal te vernietigen? Dat eigenlijk wel een leuk ideetje is om de oorlog te winnen. Laten we dat eens even bezien, want u zult zien dat is ook een proces van stap voor stap voor stap. Dat is een lange geschiedenis die begint in de Eerste Wereldoorlog. De eerste die aan strategisch bombarderen hebben gedacht, ja, kan het ook niet helpen, waren de Duitsers. Ze zijn nu bijna allemaal dood, hè. Trouwens, wat is het? Ik had het laatst nog even uitgerekend. Iemand, een Duitser die in 45, 18 was, is nu 82, als ik het goed heb uitgerekend. Hè? Dus ja, die wordt nu, als die toen al iets verkeerd heeft gedaan, zit hij nu in een verpleeghuis. Wat ook in allerlei opzichten als een soort straf kan worden beschouwd. Hè? Maar goed, het aantal Duitsers wat erbij is geweest, wat u als schuldig kunt aanwijzen. Hè. Kijk, wij in de jaren 50, u weet, als Duitsers de weg vroegen, dan wees je altijd het omgekeerde. Hè. Van waar is de kust, dan wees je naar het oosten. Ja, dat is ze zenden. Waarschijnlijk zijn ze daar helemaal niet ingetuind. Dus zo, dat had nog enige reden. Maar tegenwoordig, wat u aan Duitsers ziet, wat normaal nog auto kan rijden en u een vraag kan stellen, daar weet u eigenlijk praktisch 100% zeker van dat ze niks gedaan hebben. Ik zeg het er maar even bij, omdat het schijnt dat Nederlanders nog vaak in de trein roepen, geef me fietsers terug. Ik weet niet of je die krenger van de Tweede Wereldoorlog ook weer terug zou willen hebben, eerlijk gezegd. Als je ziet wat een superfietsen we tegenwoordig hebben. Hè? Dan krijg je zo'n mal karretje. Hè? Zo'n zwaar trappende ouderwetse fiets. Moet je niet aan denken eigenlijk. Je kunt veel beter roepen, hou die krengen maar. Hè? Dat is eigenlijk veel gewiekster. Ja, de Duitsers begonnen met strategische bombardementen in de Eerste Wereldoorlog op Londen. Dat hebben ze eerst met Zeppelins gedaan. Dat was geen groot succes. Dat kunt u ook wel enigszins nagaan. Zeppelin een relatief kwetsbaar toestel is. Vervolgens hebben ze reusachtige bommenwerpers gebouwd. De Gotha-bommenwerpers. En die, dat hadden ze ook al bedacht. Dat het effectief zou zijn om brandbommen af te gooien. Want dan veroorzaak je dus grote branden. En die veroorzaken weer veel meer schade dan de explosies van de bommen. Het is veel nuttiger om de boel in de fik te steken in feite. En volgens allerlei strategen was de bommenwerper eigenlijk het wapen van de toekomst. Er was ook in Engeland een soort paniek van de bommenwerper komt er altijd doorheen. De volgende oorlog zal binnen 14 dagen besloten worden met bommenwerpers. Die zal helemaal niet lang duren. Dan verschijnen de bommenwerpers en die komen er altijd doorheen. En dat zal de meest gruwelijke effecten geven. He, dus ook het hele idee van de first strike, dat begint eigenlijk ook met het tijdperk van het strategisch bombarderen. Vandaar dat het zo'n diepe teleurstelling was, ja, vanuit militair perspectief vanzelfsprekend in de Tweede Wereldoorlog, dat de bommenwerper eigenlijk een uiterst kwetsbaar, zeer onnauwkeurig wapen bleek te zijn. Het bleek vrijwel onmogelijk om iets met enige precisie te raken. Dat konden die bommenwerpers helemaal niet. En dat leidt ertoe, stap voor stap, dat de Engelsen besluiten eigenlijk om het enige doel te bombarderen wat ze daadwerkelijk konden raken. Namelijk een hele stad. Dat lukte ze wel. Ook niet altijd, zoals u weet. Ik heb zelf bijna het leven gelaten bij een Duits bombardement, bij een Engels bombardement. Ik ga er even vanuit dat er geen opzet is geweest. Maar het scheelde geen haar. Hè? Er zijn meer Nederlanders om het leven gekomen bij Engelse bombardementen dan bij Duitse bombardementen. Onder andere omdat ze, nou ja, kijk, als de Engelsen de aula hadden willen bombarderen, dan was de kans vrij groot geweest dat ze de Janskerk hadden geraakt. Hè? Terwijl, zo globaal was het ongeveer. De Duitsers waren natuurlijk met terreurbombardementen begonnen. Denk aan Rotterdam en Coventry en Warschau en alles en nog wat. Dus er was alle excuus om nachtelijke terreurbombardementen uit te voeren op de Duitse steden. Die wel verdedigd werden, soms ook vrij effectief, maar toch, meestal kwamen ze er wel doorheen. En met brandbommen werd dan een zogenaamde vuurstorm veroorzaakt. Denk aan Hamburg in 1943, waarbij, als ik het wel heb, 60.000 doden zijn gevallen. En dat is
meerdere Duitse steden zijn op een dergelijke behandeling getrakteerd. De Amerikanen, het Siertse, waren aanvankelijk terughoudend. Zij zagen niks in dit soort van algemene terreurbombardementen. Zij vonden dat je precisiebombardementen moest uitvoeren. Maar daar bleken die, want dat, hoe moet je precisiebombardementen uitvoeren bij dag, daar bleken die bommenwerpers aanvankelijk althans weer uiterst kwetsbaar te zijn. Dus die hebben er tenslotte ook van afgezien. De Amerikanen hadden Japan wel gebombardeerd, maar eigenlijk zonder verschrikkelijk veel effect. Tot daar verscheen, op die eilandjes van waar die bombardementsvluchten werden ondernomen, een zekere Curtis E. LeMay. Bombs Away with Kurt LeMay. Als u, ja, de iets ouderen onder ons weten nog dat hij ooit de vicepresidentskandidaat is geweest van George Wallace. Nou, ik zie wel dat dat geen lichtje doet branden hier. Ja, nou goed, zoek het even op Google. Dan zult u zien hoe het zit. En Kurt LeMay zei, wat we gaan doen, we gaan de Japanse steden, die gaan we bij nacht van geringe hoogte bestoken met brandbommen. Als u iets weet van de constructie van Japanse steden, zeker toen, dan zult u zich realiseren hoe dramatisch de effecten tenslotte zouden zijn. De climax van deze campagne, waar in feite alle Japanse steden vernietigd zijn, van enige omvang vernietigd zijn, dat was het fameuze bombardement op Tokio in de nacht van 9 op 10 maart 1945. Als u de foto's ziet van Tokio, zult u zien, die zijn in niets te onderscheiden van de foto's van Hiroshima na de explosie van het eerste nucleaire wapen wat in vijandschap is gebruikt. Er zijn in Tokio 100.000 doden gevallen. 100.000 doden. U ziet dus hier dat het gebruik van de atoombom niet een soort existentiële stap voorwaarts was, iets waar de kwantiteit verandert in de kwaliteit, of wat u er verder voor wonderbaarlijke formuleringen voor wil zoeken. Het was een onderdeel van een continu proces. Het was voor degene die deze immense campagnes hadden georganiseerd van het strategisch bombarderen, was het, je kon ook zeggen, nou, het is wel zo praktisch, hè, want je hebt maar één bommenwerper nodig, je hebt maar één bom nodig, dus het is ook, het is eigenlijk vrij goedkoop en het effect is uiteindelijk hetzelfde. Dat is het idee. En vanuit dat idee moet u ook die situatie beschouwen die na de Tweede Wereldoorlog ontstaat, waarbij men het vanzelfsprekend vindt om strategisch te bombarderen, om in de eerste fases van een conflict in principe al een zo groot mogelijke hoeveelheid onschuldige en weerloze burgers op afschuwelijke wijze te vernietigen. U ziet hier de wonderbaarlijke, totaal irrationele logica van de moderne oorlog. Maar daar hebben we toch tientallen jaren mee geleefd. He, met dat waanzinnige systeem wat eigenlijk stap voor stap, zonder dat iemand het specifiek bedoeld of ontworpen had, wat stap voor stap is ontstaan in de loop van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het strategisch bombarderen. Dat lijkt mij een fantastisch moment om er voor vandaag in ieder geval een punt achter te zetten. En dan gaan we volgende week door met de geheel vergeefse pogingen om een controleregime te ontwerpen voor de nucleaire wapens. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, u heeft nog alle gelegenheid om vragen te stellen, als u daar behoefte aan heeft. Mits niet al te gedetailleerde vragen over de initiator en dat soort van dingen. Moet u thuis maar even opzoeken. Wie was er eerst? Als u het goed vindt, zou ik nog even willen terugkomen op een vraag van de vorige keer die een wat onbevredigend slot had. Het was namelijk waarom dat Hahn met zijn groep op uranium ging schieten, om het zo maar even te zeggen. Waarom werd daar uranium voor gekozen? Ik ben er ook even achteraan gaan, even naar huis, even opgezocht hoe dat het ook weer zat. Het was natuurlijk zo dus dat het een groep was die zich met radiofysica en radiochemie dus bezig hield, dus met radioactiviteit. Dat was heel populair geworden dus na het werk van Curie, Madame Curie, dus die uit het uraniumerts bijvoorbeeld radium dus had geïsoleerd, dus dat mooie spul. Dus
alles wat lichtgevend is op die horloges, althans van die tijd. Het was zeer gewild. Ze hadden daar overigens wel tonnen nodig om 1 grammetje radium daaruit te isoleren. Maar daardoor is dat enorm in zwang geraakt. En in de periode 1934 heeft Enrico Fermi, dus met zijn groep daar in, geloof in Chicago of zo, die heeft systematisch... Nee, dat was nog in Italië. Toen was hij pas later naar de Verenigde Staten getrokken. Systematisch is hij toen op die zware elementen, want die radioactieve elementen, dat waren allemaal zware elementen, is hij dus gaan schieten, om het zo maar eens te zeggen. En zag toen dus dat daar dus andere atomen, andere stoffen uitgevormd werden die ook radioactief was. Het verschil, waarschijnlijk heeft hij dus toen ook op uranium dus geschoten, want uranium komt heel veel voor op de wereld. Het is, komt 40 keer meer, zag ik dus dan bijvoorbeeld zilver. Nou, dat heeft waarschijnlijk Fermi dus ook gedaan, maar die heeft dus niet gezien dus dat daar dus ook een stof werd gevormd, zoals Haan zei, die dezelfde eigenschappen had als barium. Waarschijnlijk is dat door het feit dus dat Haan een veel betere chemie had. Als chemicus doet me dus dat veel plezier. Dat kwam dus... ik zou dat even willen verklaren, omdat er kwam... Kwam Meitner dus, die werd dat, kwam dat dus ter oren. En die wist dus meteen, dus dat het, of heel snel, dus dat het hier dus ging inderdaad om een splitsing. En die is dat toen via Niels Bohr is dat dus naar Amerika dus toe gegaan. Het aardige is dus dat Haan, die heeft uiteraard daar een Nobelprijs dus voor gekregen. Dat heeft Meitner dus helaas niet. Maar Het aardige is toch wel, dus dat er ook een zekere genoegdoening dus is geweest. Want element 105, een van die latere elementen, die heeft heel lang hanium dus geheten. Dat is het, uiteindelijk is het toch niet geworden. 107 hebben ze het weer geprobeerd, is het ook niet geworden. En 109 is meitnerium dus genoemd. Dus dat is toch nog een genoegdoening dus voor Meitner. Ja, ik weet niet of ze dat ook als zodanig heeft ervaren. Nee, maar dat is pas in de 90er jaren. Ze was gebeurd. Al dood. Ja. Ja, ik hoop dat de meeste genoegdoening mij nog tijdens mijn leven zal bereiken, moet ik u eerlijk zeggen. We weten niet 100% zeker of je dan in de hemel naar beneden kijkt of ik krijg toch nog genoegdoening. Hè? Ja, het blijft gek dat ze die prijs niet gekregen heeft, of dat ze niet gedeeld heeft in die prijs waar Haan en die andere pief, hadden gekregen. Oké, okay. Nou, dit kunnen we moeilijk een vraag noemen, dus nu een vraag. Hartelijk dank, dan wil ik wel graag met de vraag komen. In de argumenten waarom de Amerikanen hebben besloten op dat moment die bommen te gooien, heb ik eigenlijk een van de zaken gemist die ik regelmatig hoor, dat het ook te maken had met de Russische oorlogsverklaring tegen Japan en de opmars die de Russen aan het maken waren. De Kurillen is er nog een van de problemen van. Dat wilde men eigenlijk als een van de argumenten ook voorkomen. Is dat ook uw mening? Nou, dat is nou niet zo'n sterk argument. Kijk, Stalin begreep wel dat toen die bom dus gevallen was, 6 augustus, dat hij snel moest zijn met zijn oorlogsverklaring aan de Japanners. En de Sovjet-Unie heeft 2 dagen later, 8 augustus, de oorlog inderdaad daadwerkelijk aan Japan verklaard. Maar dat hadden de Russen al beloofd in Yalta. Daar hadden ze beloofd dat 3 maanden na de Duitse capitulatie zouden zij Japan aanvallen. Ja, niet de eilanden, maar de Japanse troepen die zich bevonden in Mantsjoerije en daar in Oost-Azië. En dat hebben ze tenslotte gedaan. Of het enige wat de Amerikanen wel bij zichzelf dachten, de enorme urgentie die aanvankelijk een Russische oorlogsverklaring aan Japan aanvankelijk leek te hebben, die urgentie was natuurlijk wat weg als gevolg van dat nucleaire wapen. Maar... Nee, Stalin heeft onmiddellijk gereageerd, maar ze hadden niet kunnen voorkomen, want dat hadden ze nou juist fijn samen afgesproken. Roosevelt was in Yalta nog diep dankbaar voor die belofte door de Russen gedaan. He? Dus het had nooit kunnen worden voorkomen, laten we het zo zeggen. He, de vraag, wat ik u al zei, de Amerikanen en met name de minister van Buitenlandse Zaken, Burns, die heeft zeker wel gedacht dat die atomic diplomacy, zoals het later is genoemd door historici, dat die een rol zou kunnen spelen. Maar die heeft natuurlijk helemaal geen rol gespeeld. Want als u daar even over nadenkt, en Stalin was bepaald niet achterlijk en zal daar ook over geadviseerd zijn,
Wat hadden de Amerikanen moeten doen? Dreigen met dat derde wapen wat ze eventueel nog hadden kunnen gebruiken? Ik bedoel, ze hadden helemaal niet voldoende wapens om de Russen strategisch te kunnen bedreigen. Nog afgezien van het feit dat het helemaal de mislukkende samenwerking nog lang niet in de fase was dat je elkaar met strategische wapens zou gaan bedreigen. Dus dat blijft dat hele Amerikaanse idee van kijk eens, hè, wij hebben dat nucleaire wapen ostentatiously on our hip, dat heeft mij nooit overtuigd. In de zin dat Stalin te slim was. Stalin heeft zich ook nooit af laten bluffen door die zogenaamde atomic diplomacy. Nee, wat ik bedoel is dat als die oorlog in Japan langer geduurd had, hadden de Russen grotere opmars in die regio kunnen maken. En dat wilden de Amerikanen voorkomen. Nou, ook daar ben ik niet zo erg overtuigd, eerlijk gezegd, door de redenering, omdat daar hele precieze afspraken over waren gemaakt. Je leest dat ook altijd over West-Europa, maar over West-Europa waren ook hele precieze afspraken gemaakt wie tot waar zou gaan. Die Koerillen van u, die waren al lang aan de Russen beloofd. Die deal was al gemaakt. Het was niet zo dat je achteraf kon zeggen, ja jongens, sorry, we hebben het wel beloofd in Yalta, maar het gaat niet door. We hebben nou besloten, het gaat niet door. Nee, zo werkt het niet. Denkt u aan het feit dat een groot deel van Tsjechoslowakije door Amerikaanse troepen is bevrijd? Toen zei Churchill nog, je moet daar blijven staan. En dan kunnen we ze een beetje lekker onder druk zetten, zeggen de Amerikanen. Nee, dat doen we niet. We hebben afgesproken dat die bezettingszones, dat die demarcatielijn zou zo lopen en niet anders. Dus een groot deel van die dingen, daar waren duidelijke afspraken over gemaakt. Overigens ben ik nog vergeten te vertellen de ongelukkige rol die Churchill speelde. He, want Niels Bohr bijvoorbeeld, die heeft al vanaf 1943 erop aangedrongen, ga nou praten met de Russen over die nucleaire wapens. Ze proberen een controlemechaniek te ontwerpen, want het zijn in feite vreselijke wapens die een eind zullen maken aan de traditionele oorlog. En Bohr bezoekt Franklin Roosevelt, die zich op typisch Rooseveltiaanse wijze, op charmante wijze, ervan afmaakt zonder iets duidelijk te zeggen. Maar hij bezoekt ook Churchill. En Churchill zegt, ze moeten die gek arresteren. Hè? Dat is een volstrekte idioot, die Niels Bohr. Straks gaat hij de geheimen van die bom aan die Russen verklappen. Hè? Churchill was een van die politici die dacht dat er iets geheim was aan de atoombom. Maar aan de atoombom is nooit iets geheim geweest in theoretische zin. Hoogstens in praktische zin. Hoe je dat implosief moest bouwen, dat waren lastige technische vraagstukken. Maar dat is gewoon fietsenmakerswerk. Althans, briljante fietsenmakerswerk. Maar de theorie van de atoombom, dat kan elke eerstejaars natuurkundige prima begrijpen hoe dat in elkaar steekt. Dus ik ben niet zo vreselijk overtuigd van dat idee. De oorlog was gaande en de Japanners weigerden te capituleren. Daarmee is eigenlijk de hele zaak scherp getekend. Achteraf zijn we gaan denken, oh, hadden we dat allemaal moeten doen? En is dat niet onmenselijk? En is dat ding voor het eerst tegen Aziaten gebruikt? En maar laten we wel wezen, als de Duitsers niet hadden gecapituleerd en de bom was eerder klaar geweest, dan hadden ze hem op Berlijn gegooid. He? Ja. Was die Brandenburger Tor, had het niet overleefd. Want nogmaals, het werd, als je bereid bent om een vuurbombardement op Hamburg te doen, of op Keulen, of wat hebben we al niet gezien. Waarom dan niet een atoombom? Het verschil was marginaal in feite. Ik zou even kijken waar er allemaal vragen zijn. Daarom. Ik heb daar nog één en daar in ieder geval. U vertelde net dat het gooien van de atoombom in het licht van het aantal slachtoffers niet zo bijzonder was. Mm-hmm. Anderzijds weten we dat het toch psychologisch gezien een heel groot effect heeft gehad. Waarom hebben de Amerikanen niet gewacht met het gooien van een tweede bom om eerst het effect van die eerste af te wachten? Ja, ook weer een vrij suf antwoord. Ze hadden dat ding. En ze waren klaar, ze waren afgeleverd, gemonteerd. Hoewel ze meeste eindmontage vond plaats tijdens de bombardementsvlucht zelf. En ze hadden besloten wat ze hadden, zouden ze gaan gebruiken. Wat wel misschien interessant is, is dat daar proef je ook weer dat Truman, nou ja, dat het een moreel niet echt, dat Truman heel snel besloten heeft die derde bom niet te gooien. He, daar hadden ze het materiaal voor en daar hadden ze, dat was in principe, had dat kunnen gebeuren. Maar dat is niet gebeurd. Die hebben ze niet gebruikt. Dus dat zou je wel kunnen zeggen.
Maar u moet denken in oorlogstermen. U moet niet denken in vredestermen, zo we gaan. Nee, u moet denken in oorlogstermen. U moet kijken naar wat er gebeurd was tussen 1939 en 1945. Dan begrijpt u hoe makkelijk eigenlijk het besluit kon worden genomen. Henry Stimson, de Amerikaanse minister van Defensie, daar heb ik het al eerder over gehad. Die heeft voortdurend met die vraag geworsteld, kunnen we dat wel doen? Is dat moreel gerechtvaardigd? Ik heb u ook verteld dat Kyoto, waar die met huwelijksreis was geweest, niet gebombardeerd is. Want dat kon hij, ja, dat kon hij niet over zijn hart verkrijgen, om het maar even zo te zeggen. En toch is die volledig verantwoordelijk en wel bewust verantwoordelijk voor zoiets verschrikkelijks als het vuurbombardement op Tokio. 100.000 doden. Hè? Ja, ook maar een vage schatting, maar ongeveer 100.000 doden. Ja, is dat. Neem Bomber Harris, hè, de chef van de Engelse strategische bombardementen, die in Engeland een held was na de Tweede Wereldoorlog, voor wie standbeelden zijn opgericht. Die standbeelden zijn veel later, 30, 40 jaar later, zijn die beklad omdat Bomber Harris werd gezien als een soort massamoordenaar. Hè, omdat we toen heel anders over die zaken zijn gaan denken. Hè, dus wat ik al zei, de scrupules zijn later gekomen. Misschien zijn die scrupules pas gekomen toen we de immensiteit van de nucleaire dreiging van de twee supermogendheden ons zijn gaan realiseren. Hoe absurd dat eigenlijk was. Want in een oorlog doe je dat soort van dingen. In een oorlog heb je oogkleppen op. In een oorlog krijg je tunnelvisie. Daar reageer je niet rationeel. Wat is er precies gebeurd met alle Duitse atoomgeleerden die niet waren gevlucht en gewoon voor de Duitsers hadden gewerkt? Zijn die gekidnapt of zijn die voor de Russen gaan werken uiteindelijk of met de FUT gegaan? Hebben die nog een significante rol gespeeld uiteindelijk? Ja, dat is een interessante vraag. De Russen hadden trouwens ruim voldoende fysici om hun eigen project, daar zullen we het nog uitgebreid over hebben. Hoewel ook een paar Duitsers ook bij het Russische project wel hand- en spandiensten hebben verricht. Het is wel interessant dat als dan tenslotte D-Day, nou, we zijn net achter de rug is en die Patton is losgebroken uit de Falaise pocket en die race richting Duitsland. Dat, al in 1944 zijn ze her en der, zijn Amerikaanse troepen al op Duits grondgebied verschenen. En een van de allereerst, Leslie Groves, had ervoor gezorgd dat hij speciale eenheden had die op zoek gingen naar wat de Duitsers hadden gedaan aan kernsplitsing en aan die reactor. Nou ben ik even vergeten waar die reactor stond, maar daar waren ze ook razendsnel bij. En daar hebben ze ook wel een aantal van die geleerden, die hebben ze opgepakt, meegenomen, want die konden eventueel, ja, ze hadden geleerd niet waar, hoe handig dat was om Duitse geleerden te hebben. Hè? Om Duitse technici te hebben. Ja, die hier waren allemaal, dat was de top of the bill was dat. Dus ja, dat hebben ze wel gedaan. Hetzelfde geldt ook voor die raketten. Hè? Dus de hele groep van Werner von Braun heeft ook zichzelf en zijn researchgroep, die heeft hij bij elkaar gehouden. En ik geloof dat hij ergens in Beieren in een soort blokhut zat. En dan heeft hij gewacht tot die Amerikanen dicht. En toen heeft hij zichzelf aangeboden. Met had ook al zijn ontwerpen, de hele Santa Kraam, blauwdrukken. Dat hadden ze, ja, echt, de Duitsers hadden tip-top bij elkaar in koffers. En hij heeft zichzelf met zijn hele researchgroep aan de Amerikanen aangeboden, die dolblij waren. Niet waar dat hij zich. En u weet dat Werner von Braun een essentiële rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Amerikaanse rakettechnologie, de Saturn V, waarmee het Amerikaanse maanprogramma is gedaan. Dat zijn dus ook een nazi-monumentje. Ja, ja, ja. Wij realiseren ons dat niet zo, hè, maar hoeveel van u rijden straks terug naar huis in een Volkswagen? Hè? En u weet dat aan de binnenkant van het handschoenenkastje, als u even met uw vingers voelt, daar staat een hakenkruis. Nou, we doen nog één vraag. Die meneer. Laat.
Ik vroeg me eigenlijk af, waren de Amerikanen op de hoogte van de langere termijn effecten die bommen hadden? Ook een hele goede vraag. Nee. Sterker nog, ze hebben toen Japan had gecapituleerd, 15 augustus, de eerste Amerikanen verschijnen daar ergens in september. En die gaan onmiddellijk naar Hiroshima om eens te kijken wat ze tot stand hebben gebracht. En nogal wat militair personeel is daar gestationeerd, ook om wacht te lopen in die totaal verwoeste stad, totdat mensen zouden komen om de boel te onderzoeken. En een aantal van die mensen hebben ook problemen gekregen met radioactieve besmetting. Ja, nee, men... De lange termijn effecten, daar is wel eens wat over gezegd bij mijn weten door fysici, maar daar hadden ze totaal niet over nagedacht. He, dat er zoveel mensen ook, he, want er waren 100.000 gewonden ongeveer, waarvan uiteindelijk ook nog een vrij aanzienlijk deel is doodgegaan, dat hadden ze ook niet verwacht. He. Dat zijn die arme sloebers die dan eerst schenen op te knappen en dan na een aantal weken werden ze toch weer ziek, de wonden gingen weer open, gingen ze alsnog dood. He. In feite omdat het immuunsysteem zodanig beschadigd was dat ze het niet konden overleven. Maar daar hadden ze helemaal niet goed over nagedacht. Nee, waardoor hun eigen personeel, u kent trouwens wel die verhalen toch, sterker nog, u kent toch ook wel die foto's waar je allemaal van die Amerikaanse soldaten in zo'n betrekkelijk ondiep loopgraafje ziet zitten. Ook weer met de bekende zonnebrillen op. En nou ja, 2-3 kilometer verder zie je dus de paddenstoelwolk. Hè? En die lui die hebben daar, aanzienlijk zijn die allemaal dood gegaan, maar die hebben daar aanzienlijke problemen mee gekregen na de hand. Men realiseerde zich dat niet. Nou, dat is het dan wel zo'n beetje voor vanavond.